Dat pendels hebben gekocht voor 190.000 euro. Nu zijn we weer bijna twee jaar verder. Ja, nu koop je dat voor drie ton, misschien drie, drie tien, drie twintig. Ja, en eerst deed ik voor elk dingetje, ging ik ook iemand anders erbij nemen. Dus op een gegeven moment oh ja. had ik een team van twintig uh, man. <laughs> ja. En toen dacht ik van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? moet iedereen blijven aansturen en dat slaat nergens meer op. Welkom bij Ondernemend, het nummer één platform voor ondernemers. Bij ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Jullie hosts Chert en David zitten hier weer voor een uh, nieuwe aflevering. Het is uh, de eerste episode die we opnemen in het nieuwe jaar. En we gaan gelijk uh, super mooi van start. We gaan, uh, gaan gelijk een mooie aflevering opnemen met uh, niemand minder dan René Kooijman. René, welkom uh, in de studio bij Ondernemend. Ja, super bedankt. Mooie studio hebben jullie gemaakt en uh, laten we het ja, goed starten. Nou, dat lijkt me helemaal goed. Dat komt helemaal goed. We zijn uh, volgens mij uh, beide al goed gestart als ik jou zo'n beetje hoorde uh, hoe het allemaal uh, verloopt. Ja. Gebeurt een hoop, want je bent uh, ooit gestart met, uh, met ondernemerschap. Toen, toen was je nog uh, in dienst bij Defensie, zei je. Er ja. zit een heel verhaal achter. Toen ja. ben je gestart met uh, dropshippen en toen kwam je er ook achter van: nou, ik vind het uh, eigenlijk veel mooier om mensen te helpen met, uh, met een stukje uh, mindset, ondernemerschap, persoonlijke groei. Ja. Toen is Ultimate Mastermind uh, ontstaan, al een stukje, stukje historie. Zou je ons mee willen nemen in, uh, ja, in hoe dat allemaal is gegaan? Waar is, waar is dat zo begonnen? Want je zat bij Defensie, wat, uh, wat is er toen gebeurd? Wanneer dacht je van, uh, ja, ik wil toch echt wat voor mezelf? Ja, ja. ja ik, toen ik begon met ondernemen uh, zat ik inderdaad bij, uh, bij Defensie, bij het koers Mariniers. En ja, misschien herken je dat wel als je in loondienst zit, maar je gaat gewoon elke dag naar werk. En vervolgens leef je je dag, in de avond kom je thuis gaat misschien netflixen of uh, ja, je gaat een beetje kletsen met, uh, met je familie. Um, en ik merkte van, dit is niet wat ik wil. Weet je, ik had een aantal mooie jaren achter de rug bij, bij het Corps. Uitzendingen gedraaid, oefeningen gedraaid. Ik ben best wel in veel landen geweest. En um, ja, toen had ik zoiets van, dit wil ik niet meer langer. Ik werkte daar toen drieënhalf jaar. En toen uh, had ik zoiets van, ik ga de stap nemen richting ondernemerschap. Ook vooral omdat ik werd... Geïnspireerd, gemotiveerd door mensen die dat al deden op, uh, op social media. Dat is vandaag de dag, zie je dat natuurlijk heel veel voorbij komen. En toen dacht ik, uh, ik ga er gewoon voor. Hè. Mijn stoute schoenen aangetrokken. En uh, begonnen met Dropship, inderdaad. Op een gegeven moment ook daarin, dat ik zoiets had van: ja, dit is ook niet wat ik mijn hele leven lang wil gaan doen. Ik had er niet echt een gevoel bij. Ik merkte van: ja, dit is niet waar ik echt voldoening uit haal. En toen uh, begonnen met Ultimate Mastermind. En ja, als ik erover praat, dan, dan begin ik al uh, te glinsteren, want dat vind ik gewoon echt het leukste wat er is. Mensen bij elkaar brengen, daar hadden we het net al over. Ik denk dat het netwerk echt wel uh, het allerbelangrijkste is wat, uh, ja, wat je nodig hebt als ondernemer. En nu, uh, dit, dit jaar wordt het vierde jaar dat ik daarmee bezig ben en hebben we een geweldig team opgebouwd. En doen we het hartstikke leuk, dus uh, ja, dat is eigenlijk in het kort hoe dat is gelopen, ja. Wat ja. was in eerste instantie je motivatie om te starten met dropshippen dan? Ik denk toch om, om iets anders te proeven. Uh, je wil gaan beginnen met ondernemen, maar wat ga je nou doen? En uh, toen zag je natuurlijk heel veel mensen dat al doen. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon doen en we zien wel wat daaruit gaat komen. Um, en ik heb daar ontzettend veel geleerd. Marketing, uh, software, systemen bouwen, communicatie met, met, met leveranciers. Nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt om uh, te starten met ondernemen. Dus voor de basis is dat wel goed om mee te starten. Um, ...maar dat was eigenlijk wel mijn motivatie, omdat ik daarmee ben begonnen, ja. Ja, ja. ja ik denk dat ook de een van de meest makkelijke dingen is toch wel e-commerce... ...om in ieder geval een beginsel te maken. Ja. En vaak zie je dan toch wel dat eigenlijk is het ook weer een beetje leeg... ...en dan ga je toch naar andere dingen op zoek, wat bij jou ook het geval is geweest. Ja, ja. ja en ik denk niet dat je van businessmodel naar businessmodel moet gaan hoppen... ...want dan komt er nooit wat van. Maar ik denk wel dat je iets moet beetpakken waar je echt volledig achter staat... En waar je ook echt voldoening uit haalt. En dat heb ik wel gevonden met Ultimate Mask. Maar als ik elke dag opsta, dan uh, geniet ik ook echt van wat ik doe. En kan ik niet wachten om weer dingen te verbeteren of ergens mee aan de bak te gaan. Ja, ja dat is wel heel mooi. Maar het moet toch ergens beginnen. Zeg maar, heel veel mensen hebben dan ook vaak wel een wel een mening of misschien een oordelen of vooroordelen over bepaalde businessmodellen. Maar het is wel zo dat uh, heel veel mensen beginnen gewoon ergens. Dus ofwel bij de dropshipping of een ander businessmodel. En dat is dan misschien uiteindelijk... Sommigen worden er heel succesvol mee en, uh, en hebben echt een goed lopend bedrijf. Maar voor sommigen is het meer een opstapje naar het volgende. Of nu bijvoorbeeld... Ja, heb je wel een uh, bedrijf waar je hele mooie uh, dingen mee doet en impact mee maakt. Weet je wel, dus het, ja, als opstap is het sowieso een heel mooi, uh, mooi iets om... Wat je zegt, je moet gewoon ergens beginnen, een businessmodel kiezen en dan gewoon dat. gaan. Ja. En dan, ja, dan leer je gewoon al die skills die je ook weer kan toepassen eventueel in een, uh, in een volgend project. Klopt. En aan het begin dacht ik ook bij Ultramaster, moet ik dat wel doen? Moet je wel voor bepaalde zaken geld gaan vragen? Alleen aan de andere kant, als er zoveel vraag naar is en mensen die willen het graag. En je kan ze er ook nog eens mee helpen. En ze zeggen eigenlijk tegen je, ik vind het dubbel en het was waard. Ja, waarom dan niet, weet je wel. En als je er zelf ook nog voldoening uit haalt dat je vindt het ook echt leuk om te doen. Ja, dan is daar niks mis mee, denk ik. Nee. Dus, uh, nee, zeker niet. Ja. En hoe, hoe is toen jouw persoonlijke groei gegaan? Want je zat natuurlijk al bij, uh, bij de Mariniers. Ja. Uh, da daar leer je natuurlijk al heel veel over. Uh, ja, gewoon een sterke mentaliteit hebben. Uh, ja, broederschap, kameraadschap. Uh, ja. Hard werken. Ja. Al die dingen. Hoe, uh, hoe, hoe ben jij nog verder ontwikkeld toen je begon met ondernemen? Wat is daarin uh, veranderd? Ja, ik ben begonnen met boeken lezen. Dus de welbekende boeken. Rijke pa, arme pa. Thinking and grow rich. Must your mindset. Ja, ik kan er nog twintig op noemen. Daar is het eigenlijk mee begonnen en ik, ja, ik had gewild dat ik die eerder al had ontdekt, maar uh, die ontdekte ik pas toen ik begon met ondernemen, dat je je dan pas echt ga, erin gaat verdiepen. En ik ben mezelf, wat je zegt, mariniers, daar, ja, daar leer je gewoon ontzettend veel over je discipline, je mindset, doorzettingsvermogen. Dus dat zat wel goed. Alleen een stukje kennis miste ik wel. Dus uh, hoe ga je nou met geld om? Um, hoe stel je doelen? Uh, hoe bouw je een bedrijf op, hoe zet je een sterk team neer, nou, allemaal dat soort zaken die heb ik echt wel uit boeken gehaald. En ja, vandaag de dag heb ik denk ik al meer dan honderd boeken gelezen in de jaren dat ik bezig ben. En uh, lees nog steeds elke dag minimaal tien bladzijdes van een boek om mezelf continu te verbeteren. En ik vind dat is de eerste stap, ja, een soort van coaching om het zo maar te zeggen, die je kan pakken wat eigenlijk vrij weinig kost. Of bijvoorbeeld podcasts luisteren, daar hou ik ook heel veel uit. Ja. Dus dat was mijn tweede, dat was eigenlijk de, de groei die ik heb meegemaakt in mijn ondernemerschap, een dus stukje persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja, ja precies. Daar meer in gaan verdiepen door, door die boeken en uh, door uh, voorbeelden van andere ondernemers. Ik denk dat dat wel uh, de basis is voor heel veel mensen: echt bouwen aan, aan jouw persoonlijkheid, wie je bent en, en ook je skills daarin. En daarin blijven natuurlijk gewoon, ja, dat komt bij heel veel mensen altijd terug. Dat is een beetje cliché, maar ja, die boeken lezen is wel gewoon, je haalt daar zoveel uit. En dit, ja, er is zoveel, zoveel waarde vaak vastgelegd in zo'n zo boek. Dus dat wel echt, ik uh, denk, nog steeds een van de beste dingen is die, uh, die je kan blijven doen. 100%. Ik denk ook, stiekem wist je al bepaalde dingen natuurlijk. Dat is, nu als ik boeken lees, dan uh, herhaalt zich, zich continu wel weer vanuit andere boeken. Alleen, uh, als je echt net begint, bijvoorbeeld de Rijke Paar, Arme Paar was voor mij een boek... En daar is mijn leven helemaal veranderd. Daar heb ik geleerd, hoe moet je met geld om? Wat kan je in het vastgoed allemaal doen? Hoe ga je met uh, mensen bijvoorbeeld om die wel geld hebben, die in jou willen investeren? Dat, uiteindelijk ben ik ook begonnen met, uh, met trainingen volgen, cursussen volgen. Dat is dan de volgende stap, denk ik. Maar vanuit die boeken kan je al zoveel leren. En ja, dat, dat is de eerste stap als je verder wil komen. En dat hoor je ook vaak terug bij ondernemers, dat ze daardoor ook steeds wel een stapje kunnen maken. Ja. ja, vooral die eerste boeken. Ik denk dat is denk ik wel het mooiste gevoel. Want dan is het echt nog zo'n eye-opener, weet je al, al die kennis is nog volledig nieuw. Wat je inderdaad zegt als je heel veel boeken leest. Op een gegeven moment is het toch allemaal een beetje hetzelfde, maar net weer anders. Ja. Maar die eerste paar boeken die je leest, dat kan echt zo'n grote stap zijn. Wat is voor jou echt, wat zijn echt de grootste lessen die je in die eerste jaren hebt meegekregen? Of misschien ook wel pijnlijke momenten wat je ja, waar je toch achter komt als ondernemer of waar dingen echt fout gaan. Ja, de eerste. Pijnlijke momenten die ik heb meegemaakt in het eerste jaar was dat ik op een gegeven moment geen geld meer had. En dat ik uh, zelfs uh, mijn bankrekening in het rood liet staan. Want uh, ik, ik was toen nog in loondienst bij de Mariniers. En dat ik echt merkte van oké, okay, of ik ga nu stoppen met uh, ondernemerschap en ik ga stoppen met trainingen kopen. Ik ga stoppen met boeken lezen. Maar ergens diep van binnen wist ik wel van oké, okay, er gaat een moment komen. En daar, dat is ook het doel waar ik me aan blijf vasthouden dat het goed zal komen. En dat ik inderdaad die stap kan gaan maken om weg te gaan bij Defensie. Ja, en dat is natuurlijk ook een stukje mindset. Het moet wel goed zitten, mentaliteit, doorzettingsvermogen. Ja, en op een gegeven moment begint het dan te draaien. Ik denk dat het ook... Je wordt getest in het leven of jij dan sterk genoeg bent... en of je door blijft gaan. Als jullie bijvoorbeeld nu uh, de podcast... Uh, nou, jullie zeiden het net, la hadden laten liggen... dan was er niks ontstaan. Maar misschien volgend jaar, als jullie nu 24 20, volle bak doorgaan... Nou, ontstaat er misschien iets heel moois. Dus ik denk dat het daar ook aan ligt. Van ga je door als het lastig wordt? Of, ga, of ga, stop je dan, weet je wel? Dus uh, ja, dat. Ja, het vertrouwen blijven houden, zelfs als het niet goed gaat. Precies. En heb je dat van jezelf altijd gehad? Dat je altijd wel dacht van, oké, okay, ik kan heel veel bereiken? Of is dat echt gaandeweg gekomen? Ik heb wel een winnaarsmentaliteit van, uh, vanuit mezelf. Ik denk vooral, mijn vader heeft dat ook. Dus misschien wel vanuit hem meegekregen. Maar dat leer je gewoon bij de mariniers heel erg. Ja. ja, want ja. wat is het stukje wat je daar echt hebt meegekregen... waar je nu nog steeds superveel aan hebt? Dus echt die winnaarsmentaliteit, maar misschien ook wel een fysieke uitdaging? Ja. ja, het is niet eens meer fysieke uitdaging, denk ik. Het is meer mentale uitdaging. Want de sterkste mensen die, uh, die vielen gewoon af bij de Mariniers. En als het als de je kopje goed zat, dan uh, zet je, je toch telkens weer een stap verder. En kwam je ook uiteindelijk bij de finish, wat het ook mag zijn natuurlijk... Um, ik denk dat het mentaal veel verder gaat dan fysiek. En dan word je automatisch ja. fysiek ook sterker. Mm. Ja, dat is zeker, denk ik. Uiteindelijk is het allemaal een mentale spel van uh, hoeveel denk je dat je aan kan... en uh, waar, uh, waar breek je, zeg maar, waar, uh, waar geef je op. Ja. Ook al uh, ja, zeg je lichaam van je kan niet meer, dan kun je nog net zo, uh, zo sterk zijn fysiek. Alleen uiteindelijk win je het allemaal uh, Klopt. in het hoofd. Ja. Klopt. Ja, net als ondernemerschap. Kijk, ik ben niet de slimste, hè? maar ik blijf wel continu leergierig. Ik ben wel continu leergierig, ik blijf verbeteren. Uh, ik wil elke dag 1% beter worden. En dan zie je ook dat je op een gegeven moment steeds slimmer wordt. Ja, en dan is het ook een mentale, mentale spel. Ja. Ik had ook al lang kunnen stoppen, maar dat heb ik niet gedaan. Mm. En nu zie je dan wat er kan ontstaan. Ja, en ik vind dat juist heel mooi ook om, om te zien dat je ook gewoon door het te doen en elke keer maar te blijven ontwikkelen en trainen, dat je gewoon zo ver kan komen. Zeg maar Klopt. ik bedoel, ja, je bent gewoon gestart bij defensie, uh, geen ondernemerservaring. Ja, als je nu kijkt waar je staat en dan relatief in, nou ja een aantal jaar wel, echt gewoon heel veel, heel veel gedaan. En, en als ik jou ook gewoon spreek, dan, dan hoor je ook gewoon van ja, er zit ook veel, veel meer achter, zeg maar, in de zin van, wat je net zelf ook al zei, van ja, als mensen jou misschien voor het eerst zien, dan uh, denken ze misschien van, oh, die René is wel een gladde jongen en zo. Ja. Maar er zit wel, je, je merkt nu ook gewoon, ja, je hebt wel levenservaring, je, je hebt heel veel dingen meegemaakt, je weet waar je over praat en dat maakt gewoon wel een verschil. En dat is wel een kwestie van gewoon de dingen blijven doen en gewoon doorgaan en Telkens maar dingen blijven leren en leergierig blijven en een ja, goede houding hebben in het leven. Van hey ik, ik kan overal wat van leren. En, uh, zeker. Ja, geef me maar feedback. Uh, ja, 100%. Ben hier om te groeien. Ik ben nooit uitgeleerd, zeg ik altijd. Dus, ja. Uh, ja, ook tegen mijn team zeg ik altijd, als jullie wat hebben, gelijk in de lijn klimmen. Want ik wil graag leren van de, van de ervaring die jullie hebben. En zo kom je uiteindelijk ook uh, verder en word je steeds beter. Ja, ja zeker. Ja. Ik denk dat dat, uh... ik denk dat het ook wel echt belangrijk is. Het gaat ook echt niet vanzelf. Want ik bedoel, als je kijkt, er gebeurt zoveel. Ik bedoel, ook bij ons. De, de, ja, mensen hebben helemaal geen idee wat er achter de schermen allemaal soms misgaat. Wat zijn bij jou echt de dingen geweest dat je zo dacht: van oké, okay, ik heb deze sprong genomen, maar dit had ook zo anders kunnen lopen? Oh, hele goede vraag. Heel veel. Als ik bijvoorbeeld nu het eerste wat in me opkomt, is het vastgoed in Spanje. Toen ik in 2021 mezelf daarin ging verdiepen. Toen uh, merkte ik, in Nederland wordt het iets lastiger. Nou, misschien liggen de kansen daar wel. Ik had net verteld dat ik daar een verleden ook heb. En ja, je moet toch dan maar met uh, je stoute schoenen weer aantrekken... om daar eens te kijken van, hoe zit het daar met het vastgoed in Spanje? Uh, netwerk opbouwen, makelaars, hypotheekadviseuren, advocaten. En met hun gaan sparren, hoe zit het hier? Uh, vertel me iets meer over, de, over het vastgoed hier. Ja, en op een gegeven moment toch de trekker overhalen als je dan een mooie, mooie kans ziet... Ja, dat zijn natuurlijk wel stappen die uiteindelijk bepalend zijn in je ondernemerscarrière. Denk. Want sindsdien is mijn leven ook heel anders geworden. Ik leef nu 50-50 in, uh, in Nederland en Spanje. Misschien zelfs al meer in Spanje dan in Nederland. En uh, help ik daar, daar heb ik eigenlijk een soort van tweede business ontwikkeld. Waar ik ook heel erg uh, door ben gegroeid. Dus ja, dat zijn stappen, risico's die je neemt. Maar die je uiteindelijk ook goed uitpakken. Uh, maar ook met een team bouwen. Als je een team aan het bouwen bent en mensen vallen weer weg omdat ze denken. Ik kan ergens anders toch weer meer geld verdienen. Of ik vind het niet meer leuk. Of ik ga voor mezelf beginnen, of wat dan ook. Maar je continu moet je een team opnieuw opzetten. En ja ik denk dat dat gewoon allemaal lessen zijn onderweg die je leert. Wat het uiteindelijk uh, ja, beter maakt. En ook in dit geval weer komt ja, weer terug op ga je dan door of ga je uh, stop je dan. Ja, dat zijn gewoon keuzes die je dan moet maken. Ja. Ja, want het is ook niet... Kijk, mensen denken altijd vaak van, oh, je, je weet al alles van tevoren. Zo ziet het misschien van de buitenkant uit. Maar toen jij naar Spanje ging, zei je ook van, oké, okay, dan moet je echt leren hoe de markt daar in elkaar zit. Hoe heb je die eerste stappen daar gezet? Want ik bedoel, je komt daar in Spanje aan, je moet dan alles opnieuw gaan doen. Ja, ja ik was in uh, november uit mijn hoofd was ik in Spanje. Ik heb daar nog een YouTube, in 2021 uh, heb ik nog een YouTube video erover gemaakt. En dan heb ik ook nog gefilmd. Ik had de camera neergezet heb ik gefilmd dat ik dus op internet dingen ging uitzoeken en dat nam ik allemaal mee in die video. Ging mijn berekeningen maken, ging ik uh, makelaars wat uh, berichten via Instagram, IPD een berichtje sturen en ik ben naar hun toe gegaan. Dus ik, ik ging gewoon naar hun toe, ik ging ze mieten op uh, op hun locatie en ik zei van oké okay, hoe zit dit, hoe zit dat? Ik vroeg gewoon alles wat er maar wat je moest vragen. En die kennis heb ik meegenomen naar Nederland. En vanaf ne vanuit Nederland ben ik me doorgaan, heb ik mijn huiswerk nog beter gedaan. En toen ben ik weer teruggegaan naar Spanje voor de eerste aankoop. Ja. Dus ja, inderdaad, heel vaak zie je dat wat, wat er nu is, dat is allemaal heel mooi. Dat ziet er allemaal tof uit en dat is het ook zeker. Maar heel de beginfase, dat heeft gewoon minimaal een half jaar geduurd. Ja, dat is eigenlijk je, je eerste huiswerk die je doet. Mm. Dus daarin is het ook gewoon weer echt durf te vragen. Want uiteindelijk, iedereen start ergens en je moet gewoon die Stap durven ondernemen van dingen te vragen aan mensen die gewoon meer kennis hebben dan jij en ook gewoon leergierig blijven en nou, uiteindelijk dan leer je het vanzelf, langzamerhand. Ja, zeker. zeker. Ik zou altijd uh, naar mensen toe gaan die het al hebben gedaan of die in ieder geval verstand van zaken hebben van bijvoorbeeld de markt daar en daar gewoon alle informatie uithalen die er maar uit te halen valt, als het natuurlijk mogelijk is. Ja, en vanuit daaruit kan je, kan je de volgende stappen gaan nemen. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker, en dat is denk ik ook wel mooi, als je daar gewoon begint, dan, dan ontvouwt het vanzelf. Want ik wil op een gegeven moment de ene vertelt van, oh, misschien moet je daar eens kijken, en dan ga je daarheen, en dan langzamerhand leer je het proces. Klopt, ja. ja. Mm -hmm. Ik vind het nog wel mooi, omdat je, je hebt ook verschillende fases doorlopen, of verschillende uh, bedrijven dan. Waarin zit een beetje bij jou het punt van, het, of de keuze, dat je denkt van, oh, ik ga door naar iets anders, weet je wel. Je, want je zegt van, ja, je wil focus houden, je wil niet continu switchen van businessmodel. Dat is iets waar wij zelf en heel veel andere ondernemers denk ik ook tegenaan lopen. Van, hè, Je bent ergens mee bezig. Uh, maar ja, is het allemaal wel uh, goed genoeg? Is het wel uh, een goede markt, uh, genoeg marge, et cetera? Ja. Uh, ho hoe is dat voor jou uh, gegaan? Bijvoorbeeld die switch, toen je toen je dacht van oké, okay, nu ga ik echt stoppen met, uh, met dropshipping? Ja. Nou, ik denk op kijk, wat ik nu doe, valt allemaal natuurlijk in hetzelfde categorie. Dus vastgoed aandelen, dus allemaal een stukje investeren trainingen geven, zelf investeren. Dus dat valt allemaal een beetje in dezelfde categorie... waardoor ik mezelf continu aan het ontwikkelen ben... maar tegelijkertijd ook steeds een stapje verder kom. Ja. Kijk, stel je voor, ik ga ervoor kiezen... ik ga ook een podcast uh, opstarten... en ik ga het echt serieus beetpakken... Ja, dan is dat weer een hele andere focuspunt. Dus dat is ook weer een hele andere categorie. Natuurlijk kan dat goed werken... en kan ik me daar zeker steeds beter in worden... Alleen, ja, het is een hele andere categorie en een stukje vastgoed in Spanje was al een gedeelte wat ik in vastgoed in Nederland investeerde ik ook al. Wat in die categorie zat ik al, ook in aandelen zat ik al. Dus dan bouw je eigenlijk, ja, wat ik net zei, je boom bouw je uit, je ondernemersboom die bouw je dan steeds meer uit richting andere takken. Ja. Ja, precies. Maar nu, nu valt het inderdaad allemaal wel binnen dezelfde categorie. Dus dat is wel, uh, wel makkelijker om dan toch die focus te behouden. Ja. ja niet ja. dat je verschillende businesses hebt die helemaal los van elkaar uh, draaien. Precies. En ja. als je dan een business erbij wilt doen, dan zou ik zeggen... en je hebt gewoon wat vermogen opgebouwd, ga er dan als investeerder in... als brein, dat je kan meedenken. En dat heb ik bijvoorbeeld ook. Ik heb nu twee andere businesses waar ik gewoon geld in stop. En daarin denk ik gewoon mee en help ik. Maar uh, iemand anders runt dat dan. Ja. Mm -hmm. En eigenlijk vanaf het begin, want ik kan me herinneren, sinds dat ik bezig ben met ondernemen, heb ik jou toch al een aantal keren voorbij zien komen. Is dat voor jou ook een bewuste keuze geweest? Dat je vanaf het begin af aan toch ook al online zichtbaar bent en misschien ook wel daardoor netwerk opbouwt? Of, of wat is daar de gedachtegang achter geweest? Allereerst vind ik het gewoon hartstikke leuk. Dus om mezelf dagelijks te laten zien, daar krijg ik ook hele goede berichten over. Vanaf het begin, toen ik nog, uh, nou, ik denk 700 volgers had, dat was in 2019, toen ben ik begonnen ook iets van 700 volgers, deed ik dat ook. Toen zei ik van, nou, ik ga starten met ondernemen en ik heb er zin in. En ik ging, ging boeken lezen, ging ik foto's ervan maken. Ja. En mensen vonden dat tof. Ja, en dan op een gegeven moment uh, ga je Reels plaatsen, wat toen ook nieuw werd. En dan krijg je steeds meer bereik. En ik bleef gewoon dat continu doen. Toen ben ik in 2020 ook begonnen met YouTube-video's. Nou, ging ik heel mijn leven ging ik, uh, documenteren, om het zomaar te zeggen. En ook dat vonden mensen weer tof. Natuurlijk krijg je haat van mensen op TikTok ja, of op Reels of wat dan ook, maar dat hoort erbij. Um, en dat ben ik altijd blijven doen. En nu ik erover nadenk, is het wel een hele goede keuze geweest. Want ik denk met een personal brand, als je die goed hebt opgebouwd, ja, dan kan je echt. Kijk naar bijvoorbeeld een Conor McGregor. En je mag zeggen wat je van hem denkt. Maar hij heeft zo'n sterke personal brand opgebouwd, dat hij nu whisky. Uh, ik weet niet eens wat hij allemaal doet. Maar hij kan allemaal ondernemingen bouwen. En het draait toch wel. Omdat hij koppelt zijn naam eraan en mensen vinden dat tof. Ja. Ja. Dus ik denk dat het alleen maar uh, nu ik over nadenk, een hele goede keuze is geweest. Ja. Maar nooit vanaf het begin, oké, okay, ik moet een personal brand hebben, omdat ik dan dit, dit, dit. Nee. Het was puur vanuit omdat ik het leuk vond om uh, dingen te delen die ik zelf deed. Ja, ja en toen je zag dat het werkte en dat mensen er ook op aangingen dan is het natuurlijk ook leuk om meer te delen vanzelf ja, ja en nu ga je natuurlijk ook strategisch nadenken oké okay, ja, ja, ja. waar gaan mensen dan waar gaan mensen nu goed op nou dat is bijvoorbeeld vastgoed Spanje oké okay, dan ga ik mijn YouTube kanaal dit jaar inrichten op meer over vastgoed Spanje misschien wel podcasten met mensen die daar zelf investeren misschien wel hostrooms verder uitbouwen met klanten bezichtiging video's maken nou dat soort dingen ga je dan over nadenken maar dat is eigenlijk gewoon wat werkt ja dat kan je dan gewoon uitbouwen ja zeker maar ik denk dat het is wel echt een hele groei waar eigenlijk gewoon iedereen tegenwoordig gewoon personal brand is gewoon heel belangrijk het geeft vertrouwen bijvoorbeeld als mensen je opzoeken en je hebt een ik weet niet hoeveel followers ze kunnen precies zien wat je hebt gedaan de afgelopen jaren ja dan is het heel makkelijk om iemand ook te gaan vertrouwen want je kan gewoon de track record zien dus dat ja. is denk ik ook gewoon sowieso een hele belangrijke voor iedereen die ook maar iets van een eigen bedrijf heeft of gewoon misschien zelfs dus geen eigen bedrijf hebt voor je werk net, voor werkgever kan dat ook heel mooi zijn zeg ja. maar Elon Musk ook <coughs> een mooi voorbeeld Weet je, die uh, natuurlijk mensen kopen ook Tesla zonder hem, maar hij zorgt er wel voor dat het even een paar, uh, dat het iets sneller gaat. Omdat hij heeft zo'n gigantisch trackway heeft, mensen vertrouwen ook hem. als je die documentaire bekijkt van op Netflix, dan zie je echt dat hij ook bepaalde risico's neemt en dat het toch altijd wel goed gaat. Maar ook voor investeerders die in zijn bedrijf willen investeren, denk je, ja, dat is een man, die kunnen we wel vertrouwen met onze centjes. Ja. Je dus ja, dat is, geeft ook gewoon vertrouwen af. Ja, ja, zeker. Uh, ja, ja dus denk ik denk puur gewoon inderdaad uh, dat je laat zien wat je doet en dat je ook doet wat je zegt. Zeg maar. En als je dat keer op keer maar doet en mensen kunnen dat ook terugzien aan jouw hele track record online, zeg maar. Want het is ja. eigenlijk gewoon je, ja, eigenlijk is je, je Instagram of je LinkedIn is tegenwoordig gewoon je online CV. Ik bedoel, mensen kunnen gewoon ja, van jarenlang terugzien wat je allemaal hebt gedaan. En als je gewoon uh, elke dag op uh, komt dagen, al jarenlang, ja, nou ja dan, uh, dan zegt dat wel iets over wie je bent en wat je doet. Klopt. Ja. Klopt. En ik denk ook als we dadelijk in de toekomst eventueel verder willen uitbouwen in het vastgoed met projectontwikkeling of iets, ja, dan kan je ook laten zien van de afgelopen jaren heb ik dit dan vastgoed zelf gekocht. Ik heb zoveel mensen begeleid. Ik heb zoveel uh, projectontwikkelaars gesproken. Zoveel projecten gezien. Zoveel makelaars ken ik. Zoveel advocaten ken ik. Zoveel hypotheekadviseurs. Ja, dat geeft toch wel wat een seintje af van oké, okay, met hem kan ik zaken doen eventueel. Ja. Ja, dus uh, ja, zeker. Lekker mee doorpakken. Ja, ja. mooi man. Ja. En hoe is dat toen in het begin gegaan? Want je, je zei van nou, je hebt heel veel uh, huiswerk gedaan, heel veel uitzoekwerk. Ja. Uh, hoe, hoe het zit met uh, regelgeving bijvoorbeeld of uh, misschien hypotheken in, in Spanje. Ja. En toen kwam het moment dat je huizen ging bezichtigen, uh, ging kijken daar. Hoe, hoe gaat zo'n proces? Hoe is, dat, uh, hoe is dat toen vergaan, die eerste, eerste aankoop? Ja, de eerste keer dat ik ging bezichtigen, dat was begin 2022. Toen uh, had ik ook als doel gesteld op 1 januari, nou, net zoals dat we een paar dagen geleden hebben gedaan, stellen we allemaal doelen natuurlijk ja. voor het nieuwe jaar. En toen had ik het doel gesteld: ik wil graag uh, een aankoop doen in Spanje. Ook voor mezelf, omdat ik het lekker vind. Net zoals nu is het in Nederland gewoon echt dramatisch weer. Dan kan je gewoon richting Spanje gaan. Als je natuurlijk. Uh, Operationeel daar ook kan werken als je een ondernemer. Yeah. bent. Dus, dus het was niet alleen voor de investering, maar ook wel een beetje voor eigen gebruik, zeg maar. Ja. Een beetje een afwisseling. Zeker, zeker. Gewoon ook voor jezelf. En uiteindelijk blijkt het ook een goede investering te zijn. Het was een beetje een combinatie van. Mm. Dan staat je geld ook maar stil. En dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Want je tegenwoordig betaal je jezelf ook helemaal uh, schil aan belasting. Ja. Dus toen ben ik gaan bezichtigen in Spanje begin uh, 2022. Uh, de eerste keer had ik bijna een aankoop al gedaan. Gingen we zeven appartementen bezichtigen. Eentje daarvan was echt mooi. Daar ja, was ik ook enthousiast over geworden. Um, uiteindelijk bleek het zo te zijn: toen we een bot wilden gaan doen, dat je daar niet voor de korte termijn kon verhuren. Dus dat is dat ook wel een stukje huiswerk die je op een gegeven moment moet gaan, uh, wat je moet gaan uitzoeken. En ja, dan moet je het al niet doen, want als je voor de lange termijn wil verhuren, dan kan het wel. Dan kan je er zelf niet in? Inderdaad, dan kan je er zelf niet in. En dat was wel iets wat ik graag gewoon wilde. Dus um, dat was, die, was toen, uh, die was afgevallen. Ben ik teruggegaan naar Nederland, opnieuw mijn hele research gedaan. Voor de tweede keer naar Spanje gegaan. En ja, toen uh, kwam ik op een gegeven moment bij een penthouse, die ik nu ook heb gekocht. Daar was ik gewoon verliefd op. En toen bleek ook nog dat uh, de uh, eigenaren gingen scheiden. Um, dus toen kon ik gewoon heel goed onderhandelen en heb ik echt een topdeal gemaakt. Dus uh, ja. oh. zo was de eerste. Stap. En waar was dat? Was in Estepona, okay. uh, bij Salvo. Dat is hm. ook de regio wat dit jaar en afgelopen jaar 27% is tegen een waardestijging. Dus, Alleen dit jaar? Ja, in een jaar tijd 27% waardestijging. Dat zo. soort rendementen krijg je niet gauw ergens anders, denk ik. Nee, nee en waardestijging zegt natuurlijk niet zo heel veel. Maar uh, ja, het is wel lekker dat je ziet, ik loop daar dagelijks rond, dat daar zoveel ontwikkeld wordt. Alles staat in de stijgers, um, ze zijn continu bezig om, uh, om de infrastructuur te verbeteren. Ja, ik denk dat dat een goed teken is als investeerder zijnde... dat je daar wel zeker uh, iets kan kopen. Ja, en waar denken we ongeveer aan? Wat voor bedragen kan je daar investeren? Ik heb daar zelf, de pendels hebben gekocht voor 190.000 euro. Dus dat was wel echt een, een toppetje Maar ja, dat was begin 2022. Dus nu zijn we weer bijna twee jaar verder. Ja, nu koop je dat voor drie ton, misschien drie, drie tien, drie twintig. Ja. Zo. So. En qua hypotheken, ja. kan, kan je dat makkelijk een tweede huis... want je hebt hier in Nederland heb je ook een huis, denk ja. ik. Ja. Kun je dan makkelijk in, in Spanje ook wat gaan financieren? Of hoe ja, dus dat? wat ze doen, is ze kijken naar jouw draagkracht. Dus dat betekent, jij hebt een netto inkomen in Nederland. Nou, ik heb ook nog wat vastgoed in Nederland wat ik verhuur. Dat wordt dan met 70% van de totale huuropbrengst wat jij hier dus hebt, wordt dat meegenomen als netto inkomen. Mm -hmm. Maar stel je voor, je hebt een inkomen van 5000 euro netto, elke maand op je rekening. Um, dan nemen ze 35% van die... Van die 5000 euro nemen ze mee aan beschikbaar hypotheek in Spanje. Nou, hoeveel is dat? Dan praten we over 1500 euro, ietsjes meer, wat ja. je dan uh, aan hypotheek kan krijgen in Spanje. Maar stel je hebt een hypotheek in Nederland of een leaseauto, in ieder geval BKR geregistreerde uh, ja, dingen waar je zeg maar schulden op hebt, dan halen ze dat er nog vanaf. Mm -hmm. Stel je voor dat is 1000 euro of 750 euro. Laat de 750 euro pakken. Dan hou je dus onderaan de streep 750 euro over in Spanje om te financieren als, voor je hypotheek? Qua maandlast. Qua maandlast, inderdaad. En dan uh, is de vraag: hoeveel krijg je daarvoor? Nou, ik denk vandaag de dat voor 750 euro krijg je misschien een hypotheek van 150, 150.000 euro. Nou, ja. de rest moet je dan meenemen als eigen geld. Dat is eigenlijk op basis van hoe ze je gaan toetsen. Mm. Dat is wel wat strenger als op de rest van de wereld. Of uh, al helemaal als in Nederland. Want in Nederland krijgen we meestal gewoon 100% financiering als je een eigen woning koopt. Ja. Maar daar gaan ze dus wel echt even alles meenemen. En dan onderaan de steep uh, wat je overhoudt, daar kan je dan een hypotheek voor krijgen. Ja. Dus dan zou je misschien ook kunnen kijken naar of je via iemand anders een financiering kan krijgen. Dat, zou een, dat doen meerdere klanten ook van ons. Die, ja. Uh, ja, die lenen gewoon bij hun ouders of bij een investeerder. Mm -hmm. En als je dat dan tegen een goede percentage kan lenen, ja, dan uh, 100 punten. Ja. Mm. En qua, qua, want als je het gaat verhuren, volgens mij betaal je daar altijd 19%, toch? Gewoon, Klopt. Ja. ja, dus stel je krijgt een huurinkomsten van 25.000 euro in een jaar. En dan trek je eerst je kosten daar nog van af. Dus uh, al je kosten die je dan hebt, die mag je vanaf aftrekken. En oh, onderaan... dat mag wel, ook als privépersoon. Ja, ja, ja. Okay. Oh, ja. En onderaan de streep, wat je dan overhoudt, daar betaal je 19% over. Dus als dat bijvoorbeeld 20.000 euro is wat je dan uh, overhoudt, 19% sta je af. Ja, dat ja. Nou, is wel helder. Hm. Ja. Heb je niet allemaal wel, rare ja. omwegen zoals in Nederland? Niet zoals in Nederland. Uh, Lekker, dat je de... allerlei berekeningen <laughs> erop moet los laten, dat je met allerlei andere vermogen rekening moet houden en dan... Uh... Ja. Ja, en dat merk ik nu wel met ook uh, investeerders vanuit Nederland... die in vastgoed investeren, die raken dat ook wel een beetje beu, weet je wel. Dat ze al die berekeningen moeten maken. En natuurlijk, ik denk, vastgoed in Nederland blijft altijd interessant. Dus daar mm. zou ik ook altijd in blijven. Nu even niet, maar misschien in de toekomst wel. Maar nu wordt, ja, ze worden het gewoon zat, waardoor je uiteindelijk zoiets hebt van... ja, dan ga ik maar in Spanje mijn vermogen veiligstellen. Ja. Want ook in de regio waar wij dus zitten, Andalusië betaal je dus geen vermogensbelasting. Mm. En dat is ook wel lekker. Dus als je, als je al je vermogen daar naartoe brengt... Nou, dan heb je geen vermogensbelasting. Ja, precies. Dus okay. als, je, als je dan echt zou verhuizen, zeg maar, daar naartoe... dan geldt dat of niet. Dus precies. dat je daar belastingbetaler wordt, dan... Uh, ja, ja. Dus misschien ga ik dat nog wel doen, inderdaad. Daar zit ja. ik over na te denken. Zit er denken. zoveel uh, verschil in, in die regio's? Want ik bedoel, voor mij in andere delen is dat wel heel anders. Klopt. Niet? Als je naar Valencia gaat, bijvoorbeeld, dan is het heel anders. Mm. Ja. En alleen in Andalusië betaal je geen vermogensbelasting. Ah. Sinds september 2022, als ik het goed zeg. Oké. Okay. Okay. Ja. Dat zijn ja. ook wel interessante dingen. Zeker, zeker. En vooral, kijk, uiteindelijk, als ik nu terugkijk, heb ik daar geweldige stappen kunnen zetten. Misschien dat ik daar ooit wel naartoe ga. Maar dat zijn wel punten. En als het dan in Nederland steeds minder wordt, ja, ze jagen, bijvoorbeeld in mijn geval, jagen ze mij steeds meer weg. En misschien ook wel andere investeerders. Dus ja, je ziet dat mensen steeds meer vermogen richting uh, bijvoorbeeld Spanje brengen. Ja. ja. Ja, dat is denk ik toch wel iets wat je, wat je steeds meer gaat zien. En ook het hele klimaat hier is toch wel. Uh... Ja, gewoon ook, ook qua weer natuurlijk, maar ook gewoon qua, qua investeren is het gewoon uh, dat je denkt van nou, ik hoef niet per se in Nederland te zitten. Alleen maar nee. als je nog nee. de ruimte hebt om ergens anders heen te gaan, ja, waarom niet? Dit is waarom de meeste online cursussen niet het succes brengen wat ze in eerste instantie beloven. De meeste cursussen zijn gefocust op snel geld verdienen, op korte termijn. Dat is precies het probleem dat mensen een cursus aankopen en vervolgens aan hun lot overgelaten worden en geen idee hebben hoe ze moeten beginnen. Ze starten een business met een businessmodel waar ze eigenlijk niet echt achter staan. Dit is waarom wij in de onderneming... Academy verschillende businessmodellen behandelen en jou gaan helpen met een één op één traject, waarin we kijken naar wie jij bent, wat je wil en hoe jij op de lange termijn successen wil gaan behalen. Dus, wil jij niet aan je lot overgelaten worden met een of andere cursus. Wil je echt concrete stappen gaan ondernemen en wil je voor de lange termijn succes opbouwen, dan kun je een kijkje nemen bij Ondernemend Academy. Dus wil jij werken aan jouw duurzame, lange termijn succes en echt stappen gaan ondernemen in een business waar je achter staat, neem dan contact met ons op door je e-mailadres hieronder achter te laten. En we plannen vrijblijvend een gratis strategiegesprek met je in. Ja, wat ik wel belangrijk vind als je dat, dat soort stappen gaat ondernemen, je gaat dus buiten uh, Nederland investeren. Kijk bijvoorbeeld wel hoe lang moet je er naartoe vliegen. Curaçao klonk voor mij ook wel interessant. Alleen ja, hoe is het daar? Hoe is het eiland? Hoe is de infrastructuur, hoe is het ontwikkeld. Mm. Uh, maar tegelijkertijd, je moet ook volgens mij 11 of 12 uur reizen voordat je er bent. Ja, ja, dan ga je Spanje. ook even wat minder snel heen en weer. Ja, ja. In Spanje ja, maar, ja. Rij, rij je, ben je binnen 2,5 uur met vliegtuig. Ja, en zeker. rij je er ook nog heen als je wil. Ja, want dat vind als ik wel heel belangrijk. Ja. Wat ik denk: van, oké, okay, als ik ergens hier in Europa zou willen investeren, zou ik het toch heel fijn vinden. Dat mocht er wat gebeuren, weet ik veel. We hebben het gezien met de pandemie. Ja. Je kan niet vliegen of wat dan ook. Dat je gewoon de auto kan pakken en kan zeggen: van jongens, Aju, ik, uh, ik ga daarheen. En dat, dat vind ik wel uh, toch wel belangrijk. Ja, dat was ook inderdaad wel voor mij toen dat gebeurde. Toen alles op slot ging, toen dacht ik wel, oké. Okay, hier baal ik wel echt heel erg van. Ik kan dus nergens naartoe. En dat was ook wel een keuze die erbij kwam kijken toen ik uiteindelijk in Spanje ging investeren. Oké, okay, dat is ook wel iets. Mocht dat ooit weer gebeuren, dan ja. heb ik altijd nog een uitvalbasis. Ja, het is wel een flinke rit, maar ja, het, is wel, het kan gewoon mogelijk. Twee dagen. Ja. Ja. Maar niet uit. Nee, nee. En, we hebben wel gezien ook tijdens de pandemie, zeg maar, als de grenzen op slot zitten met de auto, kon je nog steeds gewoon overal, uh, overal heen. Zeker. Ja. Er wordt niks gecontroleerd, nee, dus ja. Dat is wel fijn dat je inderdaad, denk ik, ook verspreiding hebt in de zin van uh, ja, je vermogen spreiden in verschillende assets, 100%. maar ook spreiding in verschillende landen. Want ja, je ziet nu natuurlijk politiek gezien in Nederland is er zoveel aan de hand, zoveel onzekerheid en ja. uh, de rest van Europa natuurlijk ook wel. Ja. Maar goed, ja, ik denk dat het niet verkeerd is om, uh, om je langzamerhand wat meer te oriënteren. En in ieder geval heel flexibel te blijven in die zin, zeker. Ja, ik denk dat dat altijd goed is, ook met uh, aandelen, crypto, spaargeld, gewoon sowieso houden, maar gewoon op meerdere manieren potjes opbouwen. Kijk, in Spanje begin ik nu al ook op mijn Spaanse rekening, want die krijg je ook als je een aankoop doet in Spanje. Begin je ook al vermogen op te bouwen. Ja, is toch wel lekker, weet je wel? Want je weet het nooit waar het allemaal naartoe kan gaan. En als je daar dan ook wat aan het opbouwen bent, ja, dan heb je het gewoon allemaal gespreid. Ja. ja. En het hele gedeelte van internationaal leren ondernemen. Want ik bedoel, je kan wel hier in Nederland heel goed kunnen ondernemen. Maar kan je ook die stap zetten om het in een buitenland te doen? En als je eenmaal dat één keer hebt gedaan, dan kan je altijd, denk ik, ook weer makkelijk de volgende stap zetten. Stel je voor in Spanje gaat het mis. Of dat klimaat wordt daar minder qua investeren. Dan kan je altijd nog weer de stap zetten naar een ander land. Omdat je eenmaal je weet van hoe dat gaat, hoe je dat proces moet doorlopen. Precies. Dat het gewoon veel makkelijker wordt. Ja. Ja, ik heb nu zelf ook een eerste bedrijf opgericht in Spanje. Het bedrijf wat we dan ook de appartementen voor onze klanten beheren daar. Ja. ja, inderdaad, daar komen hele andere dingen bij kijken. Ja, ik gooi mezelf samen met degene waarmee ik het doe... Uh, gooien we onszelf helemaal naar diepe. Een onderneming opzetten in Spanje, in SL, dus, uh, BV in Spanje. Hoe gaat het allemaal? Ja. Wat komt er allemaal we kijken? Hoe is de vennootschapsbelasting? Ja, dat zijn zulke andere... het is gewoon iets heel nieuws. Ja. Alleen... Uiteindelijk ga je er wel ontzettend veel van leren. En mocht je dan ooit in, inderdaad naar een ander land willen gaan... dan kan je dat, heb je het al een keer meegemaakt... en dan kan je het gewoon kopiëren, plakken in een ander land. Ja, dat ja, is prachtig. Zeker. Die ervaring. En ja. hoe, hoe ervaar je dat tot nu toe uh, in Spanje qua mentaliteit en ook uh, bureaucratie en zo? Is dat iets waar je mee om kan gaan of is dat, uh, valt dat echt tegen? Nee, ik vind dat prima. Kijk, Spanje vind ik het leven veel relaxter. Dus mm -hmm. in Nederland ben ik vaak uh, ja, vol met adrenaline. En, uh, de... Het is echt verschil hè? Ja, het is echt een verschil. Gewoon de hele omgeving heeft gewoon impact op ja. je. Uh, Hier ook. werk ik ook veel harder dan ja. in Spanje. Ja, ja. En in Spanje merk je gewoon dat mensen. Kilo zijn en het is vaak al goed, weet je wel. De, de salarissen liggen ook veel lager daar, dus dat is aan de ene kant positief voor mij dat ik daar ook uh, mijn rust kan vinden, uh, maar aan de andere kant biedt het ook weer heel veel kansen. Want ja, mensen die daar bijvoorbeeld in het vastgoed zitten, die rennen niet zo hard als Nederlanders, dus ja, daar zie ik weer heel veel kansen in. Dus tegelijkertijd probeer ik dat natuurlijk een beetje te balanceren dat je niet uh, uh, van stapel loopt. Maar um, dat vind ik wel een heel, heel mooi iets dat je daar. En uh, iets nieuws kan opbouwen voor jezelf, waar je ook als met Nederlandse mentaliteit dat je daar gewoon snel kan opschalen. Ja. Maar tegelijkertijd zijn de mensen daar ook best wel van het tranquilo en dat vind ik ook wel lekker. Ja, ja. Dus maar je nog, heb je ook dingen al zelf verbouwd of uh, dat nog niet? Daar zijn we nu mee bezig toevallig. Okay, want ik ben daar wel echt benieuwd naar, want ja. wij, hebben ook, wij zitten ook een beetje naar Spanje te kijken, maar dan meer Noord-Spanje, want daar ben ik meer bekend. Ja. Maar ik ben wel echt benieuwd hoe dat proces gaat en of dat een beetje te doen is in Spanje. Of dat dat toch wel echt uh, haak en ogen heeft. Ja, ik ken een aantal mensen die dat hebben gedaan. En wat je dan doet, is je zet een SL op. De nou, achtergrond laat ik even uh, voor wat het is. Maar in ieder geval je zet de SL op. En op basis van die SL kan je dus inderdaad een renovatieprojecten. Het is gewoon een onderneming in Spanje die je dan aan het opzetten bent. Um, en gemiddeld kan je daar wel waar wij zitten dan, tussen de 50 en 150.000 euro aan winst maken. Met appartementen tussen de 2 en 5 ton. Dus mm. dat is wel uh, lekker. En dat doe je uh, als je een beetje gas geeft, doe je dat in uh, drie, vier maanden. Ja, ja, dat is echt flippen dan. Dus op, ja. opknappen, uh, ja. ja, zelf laten opknappen, regelen en dan weer uh, doorverkopen. Ja. ja, dus daar ben ik nu mee bezig met een klant. Kijk hoe dat gaat, hoe dat proces gaat. Gaan we ook mm -hmm. helemaal vastleggen weer. Dus dat is ook wel weer een leuke ervaring. En dan mocht dat echt super interessant zijn, dan uh, ja, kan ik altijd even laten weten. Ja, ja, dat lijkt me wel interessant. Maar ook vooral of dat proces vloeiend loopt met die, of met die uh, aannemers daar en of dat ook echt, uh, echt goed gaat. Ja, maar toch, je hoort toch altijd aannemeren. verhalen ja. van uh, Spaanse aannemers of Italiaanse aannemers. Ja, die maar zeggen ja, dan. Uh... Ik, ik, in die regio is het misschien ook weer heel anders, omdat er toch heel veel gebouwd wordt. En omdat daar misschien is denk ik ook gewoon een kwestie van de juiste contacten hebben. Ja, en, uh... ja ik denk inderdaad de juiste contacten, de juiste mensen kiezen. Ik doe heel veel dingen op, vanuit onderbuikgevoel. Ik heb bijvoorbeeld nu een aannemer. Ja, daar heb ik zo'n goed gevoel bij. Elke keer op het juiste. Als we afspreken, is hij precies op tijd. Of zelfs eerder dan dat. Ja. Uh, maar hij zegt wat hij moet doen. Hey, dat zijn allemaal dingen. Ik ga nu zelf in het penthouse een paar dingetjes veranderen. Als hij die, die afspraken allemaal netjes nakomt en het is allemaal strak... Ja, dan weet je al dat je iemand hebt die goed is. En natuurlijk kan die wel eens een slippetje maken... of weet ik mm. wat, maar... Ik denk dat vooral netwerk daar heel erg belangrijk in is. Ja, ik vind dat wel echt een hele goede, wat het voor mij ook een hele pijnlijke les is geweest dit jaar. Van Als iemand gewoon al vanaf het begin af aan laat zien dat hij afspraken niet nakomt, doordat hij gewoon te laat is, doordat hij gewoon bepaalde dingen niet levert, altijd excuses heeft. Dat heeft mij een hele hoop geld gekost. We hadden namelijk een aannemer die eigenlijk vanaf het begin af aan altijd. Net te laat was, maar wel goede prijzen gaf. En in het begin wel hard werkte voor ons. Maar toch elke keer kleine beetjes liet zien: van oké, okay, ik kom afspraken niet na. En uiteindelijk is hij ook failliet gegaan. Waardoor wij gewoon, uh, nou wel 50.000 euro of hebben verloren. Tja. Dus, uh, maar dat is wel echt iets wat ik heel erg heb geleerd: van oké, okay, dat zijn de eerste tekenen van als iemand dat al niet na kan komen, op tijd komen, die kleine dingen gewoon regelen. Dan moet je eigenlijk echt afvragen of je er wel mee samen wil werken. Want dan Precies. gaat vaak het grote ook niet goed. Klopt. Ja, als ze de kleine dingen niet goed kunnen doen, dan uh, zit het grote waarschijnlijk ook niet goed. Nee, dat is wel echt zo. Dat is denk ik wel echt een hele belangrijke. Maar dat leer je ook alleen door een keer zo'n fout te maken. Precies. En dat, uh, dat gaat nu niet meer gebeuren. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Nee, dat weet ik wel zeker nee, niet. Les, maar ja, geval, dure les. Ja, dure les. Je leert er wel veel van. Ja, ja. 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 ja echt wel. Ja, ik, ik vind het ook nog wel interessant van oké, okay, hoe is zo'n tijdsverdeling nu? Want je bent nu heel erg met het vastgoed bezig, maar ja, je hebt ook nog een hele hoop dingen daarnaast. Dus je zult misschien ook nog wel andere dingen investeren. Ja. Hoe verdeel jij je tijd over de verschillende dingen? Uh, dat is nu wel echt sinds, eigenlijk sinds vorig 2023 is dat al, uh, ja, moest ik me daar al echt mee bezighouden om dat goed in te delen. Maar vanaf 2024 al helemaal. Omdat je, ja, je zit vooral met mensen die vastgoed willen kopen in Spanje, daar moet je. Uh, een goede begeleiding in geven. Maar je hebt ook weer de training in Nederland. Je hebt natuurlijk ook familie die je, die je aandacht moet geven. Um, je hebt misschien nog andere taken die je wil oppakken. Dus ja, eigenlijk plan ik een heel jaar nu al vooruit met de datums dan. Wanneer wat gaat gebeuren. En op basis daarvan kan je heel makkelijk indelen hoe je, ja, je daar ook uh, verlopen. Dus ja, ik, merk, ik heb er wel steeds meer structuur in. En dat heb ik ook geleerd bij de Mariniers. Ook bedrijven, hoe we dat nu inrichten. Dat richten we steeds beter in, waardoor alles gewoon kraakhelder is. En ja, daar, is, daar kan natuurlijk altijd wel iets, iets in veranderen. Maar 9 van de tien keer dan uh, ja, heb je planning gemaakt en kan je ook gewoon die planning volgen. Ja, ja. dus duidelijke processen ook uh, uitschrijven en, uh, en ja. opzetten. Dat mensen ook weten wat ze moeten doen en wanneer. En dat je ook echt duidelijk ja. richting hebt. Ja, met alles. Dus ook met uh, in ons bedrijf nu, met marketing. Als we YouTube-video's gaan opnemen, dan. Plannen we dat al helemaal in. Zelfs een podcast, wat jullie doen. Jullie plannen dat waarschijnlijk ook maanden vooruit in. Ja, dat zijn gewoon processen en disciplines die je uh, moet nakomen. En tegelijkertijd kan er natuurlijk altijd wel eens wat veranderen. Dus dan moet je flexibel zijn. Ja, ja zeker. Ja. Want, want hoe zit nou bij jou uh, die verhouding, zeg maar? Want je werkt ook wel met een team, maar <laughs> bijvoorbeeld in het vastgoed Spanje kan ik me wel voorstellen dat dat best wel uh, ja, best wel contacten met, uh, met de aannemers, met de makelaars. Kun je in die zin ook. Een deel daarvan uh, uit handen geven of, uh, of ja, is dat heel veel ook zelf nu? Uh, ja, regelen? ja, nee, ik heb natuurlijk gewoon een, uh, ook in Spanje een heel team, dus uh, als een aankoop wordt gedaan, dan hebben we Nick de Makelaar, die regelt dan alles betreft de aankoop. Dus dan hou ik mijn handen in principe ervan af. Ik sta altijd klaar wanneer nodig, maar ja, ik kijk wel mee met, met alles, maar in principe hoef ik niks te doen. Mm. Een hypotheek, als een hypotheek wordt aangevraagd, dan is ARI is daar voor ons. Um, en ook in dit geval, ik kijk wel mee, maar ik hoef daar niks voor te doen. Dus daarin besteed je al heel veel uit. Als er inderdaad een, uh, een, uh, iets moet, verbouwd moet worden, dan hebben we die aannemer, daar heb ik ook wel het overzicht voor, maar ook in dit geval hoef ik vrijwel niks te doen. Dus zo besteed je wel steeds, ook het verhuurbedrijf. daar hebben we wat nieuws dan voor. Nou, ik zet hem in contact, de klant dan met nieuws, en nieuws die kan uh, aan de bak gaan met de klant. En ik kijk wel mee, maar ik hoef niks te doen. Ook bij. YouTube-video's, ik maak de video's. Vervolgens mm -hmm. uh, wordt de video geëdit en ik hoef daar niks voor te doen. Ik controleer het wel, kijk het wel na. Dus ja, je bent veel meer aan het managen, veel meer ja. aan het aansturen. En dat is ook de groei die je meemaakt als ondernemer. En daar moet je ook wel open voor staan. En niet alles zelf willen blijven doen en zelf de machten in handen willen houden. Natuurlijk, dat wil iedereen. Maar op een gegeven moment moet je ook dingen los kunnen laten. Ik kan echt niet veel beter als Arie. Die hypotheek van dus hypotheek regelen. Nee, nee. Ik heb wel verstand ervan. Ik weet wel hoe het allemaal werkt en ik probeer hier en daar wel te helpen. Maar hij weet dat veel beter. Dus daar hoef ik zelf niks aan te doen. Ja, ja. dat is denk ik ook het proces. Want dat is heel mooi als je op een gegeven moment dat stadium bereikt van uh, ja, je weet wel hoe alles werkt. Je hebt het allemaal zelf gedaan een hele tijd. En dan kun je het op een gegeven moment uh, eigenlijk in een, in een proces verpakken en ook weer overhandigen aan iemand anders die het dan kan gaan doen. Want op dat moment creëer je weer vrijheid voor jezelf. Alleen. Denk die aanloop daar naartoe, dat is natuurlijk echt een struggle, denk ik, voor elke ondernemer. Van wanneer komt dat punt? Wanneer heb je dan genoeg cashflow, genoeg, genoeg geld? Wel, ja, Wat doe je wel zelf, niet zelf? Dat is Klopt. altijd heel erg aanvoelen, denk ik. Van uh, waar, waar zit je op die reis? Want Klopt. Ja, uitbesteden is ook niet per se altijd de holy grail, zeg maar. Je kunt ook iets aan iemand overhandigen en dat die vervolgens, ja niet de goede kwaliteit levert of, uh, of, het, ja, of het helemaal niet doet of ik noem maar wat ja dat is... ja en eerst deed ik voor elk dingetje ging ik ook iemand anders erbij nemen dus op een gegeven moment oh ja. had ik een team van uh, 20 man <laughs> ja en toen dacht ik van ja we ben ik nou eigenlijk aan het doen ik moet iedereen blijven aansturen en dat slaat nergens meer op dus nu hebben we het kunnen verpakken in tien man ja. en dat is wel lekker want uh, degene die dan bij je bedrijf blijven die worden ook steeds beter dan kan je een extra taak eraan toevoegen en die verdienen daar uiteraard ook wat meer. En dan wordt het ook veel leuker. Denk, als je veel, als veel mensen op een gegeven moment hebt die allemaal kleine dingetjes aan het doen zijn, dat werkt ook niet. Nee, gewoon compact houden. Gewoon de mensen die je hebt, die moeten echt goed hun werk kunnen doen. En dan kan je ook gewoon, inderdaad, wat je ook al zegt, de een kan soms juist ook een andere taak er beter bij oppakken, omdat die combinatie gewoon heel goed werkt. Ja, en het moet natuurlijk ook inderdaad passen. Dus uh, ik weet bijvoorbeeld waar ik heel erg goed in ben. En dat komt na de jaren word je steeds beter in andere zaken. Of je evalueert. Dat zeg ik ook vaak tegen mijn team. Nou, je bent nu geëvalueerd, je hebt nu veel meer geleerd. Nu krijg je weer meerdere taken erbij die je kan uitvoeren. En ja, als hun dan ook ready zijn om dat op te pakken, ja, dan hebben ze een mooie pakketje voor zichzelf. Ja, zeker. Ja. En tegelijkertijd geven we ook nog steeds die trainingen. Ja. Dat doen we nu twee keer per maand. Dat is begonnen ooit met één keer in de drie maanden. Mm -hmm. um, toen één keer in de maand en nu zijn we naar twee keer per maand gegaan. Dus uh, ja, dat doe ik dan meestal aan het einde van, uh, van een maand. Dan richt ik dat zo in dat ik precies vanuit Spanje uh, terugkom. Dan dat weekend geven we trainingen en dan een paar dagen later vlieg ik weer terug voor het vastgoedtuig. Ja, en voor mijn beeldvorming, hoe ziet zo'n training eruit? Waar moet ik uh, aan denken? Nou, wat we doen is, uh, we starten de dag, de geldmachine training heet het. En we starten de dag dan met uh, een beetje netwerken. We hebben een lounge-ruimte gecreëerd bij ons hoofdkantoor. Daar kan iedereen dan gewoon netwerken, bakkie doen, ontspannen. En dan trappen we de dag, dag af met aandelen. Dus dan vertel ik eigenlijk alles hoe de mensen ge out, geautomatiseerd uh, kunnen beleggen, periodiek in aandelenfondsen. Vervolgens ga ik door over het vastgoed in Spanje. En in de tweede helft van de dag vertellen we eigenlijk alles over het vastgoed in Nederland, andere ontwikkelingen en belastingzaken wat belangrijk zijn. Dus hebben ze, in één dag hebben ze een heel pakketje, ja. hoe ze zichzelf kunnen, hoe ze kunnen starten met beleggen en het uiteindelijk mm -hmm. kunnen uitbouwen naar een mooi vermogen. Ja, ja, dat is wel mooi, ik denk een mooie combinatie van dingen. Is dat, is dat gericht op gewoon de particulier, uh, iemand die een loondienst is of uh, ondernemer is die, we, die wil gaan beleggen, privé, dat met name? Ja. Iedereen. Ja. Dus aan het begin was, was dat inderdaad uh, gewoon startende ondernemers meestal. Ja. Maar nu merken we ook dat we mensen die heel groot zijn in het vastgoed in Nederland, die hebben een grotere portefeuille als dat, uh, als dat wij hebben. En vervolgens leren ze van ons hoe je bijvoorbeeld naar het vastgoed in Spanje kan. Ja. Maar ook, hun doen bijvoorbeeld nog niet beleggen in aandelen. Dat leren ze dan ook weer. En ja, die manieren leren die mensen ook nog steeds bij. Dus dat kan ik ook alleen maar waarderen. Ook misschien wel omdat wij een track record hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Maar ja, weet je, dat, dat is wel gewoon goed. Ja. En um, ja, zo bouwen we eigenlijk die training in één dag uit. Ja, dat is wel mooi. Ja. Want, je, want je bent ook dan zelf uh, relatief snel begonnen met, met uh, beleggen, denk ik, of niet? Ja, het was Gewoon in je privé uh, beleggen, zeg maar. Ja, 2019, ja. ja, valt wel mee. Dus dat heb je altijd naast het ondernemen, ben je altijd ook wel met uh, beleggingen bezig geweest? Altijd, gewoon maandelijks, geautomatiseerd, niet over nadenken. Ja. En ja, dan behaal je altijd rendement. Ja, ja. ja dat is wel, uh, ik vind het ook wel interessant, ook zelf. Van, uh, dat is ook wel een valkuil van, denk ik... dat heel veel mensen nu tegenwoordig meteen denken van... Ah, ik moet beleggen, weet je wel, want uh, daar, uh, daar ga ik rijk mee worden. Terwijl eigenlijk in eerste instantie kun je veel beter... en meer geld verdienen met je business... Maar ja, voor de long term is beleggen natuurlijk wel weer heel belangrijk. En is het wel heel waardevol als je de basiskennis hebt en gewoon potjes opbouwt. Ja, beleggen. als het automatisch doet. Ja. ja, beleg je al? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ik, ik ben daarmee begonnen en dat draait nu op de achtergrond, de achtergrond draait dat mee. En ja, je behaalt elk jaar rendement. En dan praat ik soms met ondernemers die al twintig jaar ondernemen. Die hebben dat twintig jaar niet gedaan. En dan denk ik, ja, dat is ja, zonde. Echt zonde. Ja. Als je maar dat ja, gaat terugrekenen, is, is bizar. Het goed heel veel. Ja. Maar het is denk ik wel dat als je het automatisch doet, dan, dan ga je ook echt rendement pakken en dan bouw je ook gewoon langzaam wat op. Ja. Maar een hele hoop mensen gaan echt actief beleggen. En bijvoorbeeld, ik stel die vraag aan Marcel Melis van, oké, okay, als je jong bent, waar moet je aan in investeren? En toen zei hij van, weet je wat het is? Je moet helemaal niet investeren als je jong bent. Je moet werken aan je bedrijf. Mm -hmm. Daar ga je het meest verdienen. En dat is natuurlijk wel zo. Maar ik denk op, de, op wat jij ook zegt, als je gewoon automatisch elke maand een klein deel gewoon erin stopt. En je doet dat op zo'n manier dat het eigenlijk helemaal geen tijd kost. Wat eigenlijk alleen maar beter is, want er zit er ook geen emotie in. Ja. Dan kan je wel langzaam gewoon wat opbouwen. En zelfs gaat, als het dan een keer met je onderneming heel slecht gaat, ja, dan heb je nog wel je potje. Precies. En ja, ik ben het er niet helemaal mee eens wat hij dan zei. Want natuurlijk, is, de focus moet zijn je business. Ja. Alweer gaan daarvoor de, dagelijks uh, proberen te verbeteren. Maar elke maand 100 euro. Ga maar uitrekenen via de compound calculator hoe dat zichzelf uitbouwt. Ja, nou, zeker. En op een gegeven moment. Als je denkt van, hé, hey, na twee jaar ik begin rendement te maken, doe je 200 euro, als je natuurlijk je business meegroeit. En na vijf jaar doe je 300 euro. En na zeven jaar doe je 500 euro. En na tien jaar doe je 1000 euro. Mm -hmm. Ja, dat kan echt bizar hard gaan ja. dan. En dan heb je inderdaad, stel je voor, je onderneming, die klapt uit elkaar en het is niks meer waard of het draait niet meer. Je verdient daar niks meer. Je hebt altijd nog bijvoorbeeld een paar miljoen opgebouwd met, met uh, aandelen. Ja, ja, zeker. En dat is ook je pensioen uiteindelijk. Van, uh, ik denk heel veel ondernemers, misschien vooral oudere generatie, die werken gewoon heel lang keihard. nou, die hebben dan misschien ook vastgoed uh, aangekocht als, als zijnde hun pensioen. Ja. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die gewoon een uh, soort van vergeten van, oh ja, ik moet ook nog mijn pensioen opbouwen. En als je al die tijd wel bijvoorbeeld uh, indexfonds hebt gekocht of wat dan ook, ook al is het maar 100 of 200 euro in de maand, ja. Ja, dan, uh, dan heb je wel, als je dan 60 bent en je begint op je 30ste of 20ste. Ja, dan heb, je gewoon, dan heb je gewoon tonnen aan Precies. vermogen staan. In ieder geval heb je dan een pensioen. Wij vragen altijd feedback na een live training van klanten. Ja, 9 van de 10 keer dan vonden ze het gewoon een toffe training. Het enige wat ze dan altijd erbij zeggen is, um, was ik maar eerder begonnen. <laughs> ja. Ja, ja. Was ik maar eerder begonnen met investeren in aandelen. Of mezelf te verdiepen in bijvoorbeeld vastgoed. Dat is echt zo. Ook ja, overwaardes weet je wel, dat hebben, hebben ze nooit geleerd. Mm. Als je dat een keer geleerd krijgt. En je kan daar, zoals met mijn reis begonnen. Ik heb mijn eerste vastgoed in uh, Nederland gekocht met overwaardes vanuit mijn eigen woning. Ja, dat zijn geweldige manieren hoe je extra vermogen kan opbouwen. Ja, ja zeker. Dus, dat geld aan het werk zetten. Ja, je kan beter maar vroeg beginnen dan dat je steeds maar uitstelt. Oh is het maar met 100 euro? Ja, ja, 100%. ja. en daarin denk ik ook van uh, met die 100 euro ben je al wel bezig. Je leert zeg maar hoe alles werkt. Wat, ja. wat een aandeel is, wat een indexfonds is. Uh, je leert dat de markt heen en weer gaat. Je went daaraan. Met kleine bedragen maak je ook misschien fouten. En ook tegen de tijd dat je dan wat meer ervaring hebt, dan gaat het om grotere bedragen. Maar dan heb je al wel een hoop meegemaakt en een hoop kennis. Ja, ja. heel vaak willen mensen natuurlijk alles weten voordat ze gaan beginnen. Maar ik zeg altijd, oké, okay, stel je voor je gaat het een jaar doen... met 100 euro, dat is 1200 euro. Die maak je ook op aan een vakantie... die maak je ook op ja. aan een etentje of kleding of weet ik voor wat. Stel, je bent die 1200 euro kwijt. Nou, is dat dan zo erg? Dan heb je een jaar lang de tijd om jezelf nog meer erin te gaan verdiepen... om er nog beter in te worden, maar je hebt niet die 12 maanden gemist. En dan zeggen ze altijd, oh ja terwijl En soms merk je ook bij mensen dat ze zeggen... ja, ik ga wel beginnen, maar ik wil eerst meer informatie. Ik wil hmm. uh, nog meer mezelf erin verdiepen. Ja. En dan missen ze weer een, een jaar of misschien zo'n uh, vijf jaar. Of ja. 1 januari ga ik beginnen. Ja, precies. Die krijg je ook heel vaak <laughs> te horen. Nee, volgend jaar dan... Uh... Maar ik wou het echt net zeggen, je hoeft niet alles te weten. Dat is gewoon nee, een hele valkuil van iedereen. Je de, iedereen denkt dat ik moet eerst alles weten en dan pas ga ik beginnen. Maar ik bedoel, als ik kijk ja, naar mijn ja. vastgoedobject, wat ik heb gekocht... Ja, vrienden van mij die, die verklaarden mij voor gek. Die dachten van, ja? nou, dat, dat kan helemaal misgaan, weet je wel. Maar ik wist niet eens alles. Ik had nog niet eens de financiering rond. Maar ik wist wel van, oké, okay, dit is een mogelijk. Ik had al wel wat kennis overal opgedaan. En dan gaandeweg leer je gewoon een heel hoop. En als je dan dat stukje vertrouwen erbij in hebt... en je hebt de juiste mensen om je heen... dan kom je gewoon een heel eind. Maar je moet gewoon beginnen. En desnoods kijk met vastgoed is het natuurlijk niet het slimste om dat zoiets te doen maar ik bedoel met, uh, met wat jij zegt bijvoorbeeld investeren ja wat kan er nou echt ja. misgaan weet je dan verlies je een keer een paar honderd euro ja. dat is toch leergeld kijk doe je het nou met al je geld zet je het in één keer en wacht je totdat uh, die verdubbeld is ja. als de andere vader. dan ben je gewoon aan het dat gokken natuurlijk nee, dat, dat zou ik ook nooit zeggen maar gewoon even ze, mijn vader ook weet je die is gewoon begonnen met een paar honderd euro en die merkt nu ook steeds meer dat hij zichzelf in kan kan gaan verdiepen ja dat is leuk ja ja zeker zeker ja, en daarin vind ik dat ook wel grappig. Want jij zei dat ook net: van ja, ik doe steeds meer dingen op mijn intuïtie. En ik denk daarin ook van ja, wanneer heb je dan genoeg informatie verzameld? zeg maar. Bijvoorbeeld, je maakt een bepaalde investering. Uh, je, kunt, je kunt rekenen dat je een onzweegt. Maar op een gegeven moment ga je toch op basis van je gevoel een, een keuze maken. Dus 100%. Dat, dat wil niet zeggen dat je je helemaal niet moet inlezen. Maar op een gegeven moment is het toch, je kunt nooit alle alle variabelen, alle data in uh, overweging nemen. Dus op een gegeven moment, aan het eind van de dag, is het toch nog een, uh, een basis uh, op basis van gevoel dat je, 100%. Iets, dat je handelt. 100 de, de, de pento's in Spanje die heb ik gekocht voor 190.000 euro, geweldige deal. Uh, maar ik had dat geld ook nog niet op mijn rekening, wat ik aan eigen inleg moest meenemen. Dat heb ik ook weer vanuit Dat moest ik allemaal nog regelen. Maar ik heb het toen wel gekocht. Ik heb wel de trekker overgehaald en ik heb gezegd. We gaan het doen en de weg die gaan we nog wel vinden. Ook hoeveel rendement ga ik berekenen? En natuurlijk heb ik een, een rendement sheet gemaakt op basis van... Okay, wat denk ik dat ik zou kunnen gaan verdienen. Maar ik heb ja. niet van alles van A tot Z tot in de puntjes uitgepluist. En nu, als je het een jaar lang hebt verhuurd... 2023 was mijn eerste volledige jaar. Okay, dan kan je wel alles even goed gaan neerzetten... en kijken of het nou echt zo rendabel was. Um, ook, ik heb een nieuwbouwproject gekocht in 2022 september... Nou, voor 312.000 euro kon ik instappen. En nu vragen ze voor hetzelfde appartement... een jaar later, nou, zelfs nu al een jaar en drie maanden... waren ze voor hetzelfde appartement 464.000 euro. Daar heb je ook alweer 150.000 euro... tussen aanstekers natuurlijk verdiend. Ja. Dus, ja, wat je net mooi zei... start before you're ready, is eigenlijk wel hoe ik het ook altijd doe. Ja, en weet je, het gekke is, dat zijn vaak de mooiste beslissingen. Dat, weet je, dat je misschien in de terugweg in de auto denkt van shit... Ik heb wel echt een sprong genomen, weet je. Maar dat zijn vaak de mooiste dingen. Want dan komen dingen gewoon samen, omdat je wel dat vertrouwen hebt. Je voelt ergens dat dit het goede is. En dan komt alles gewoon samen en dan ontstaat er iets heel moois. Klopt. En heel vaak zou je misschien ook wel stress hebben. Of je denkt van, oh, zou het wel goed gaan? En had ik het wel moeten doen? Maar wat ik altijd dan zeg, is praat met mensen die het al hebben gedaan... Ik ga niet met mensen praten die nog nooit bijvoorbeeld in, in, in Spanje hebben geïnvesteerd. Dus dat is ook het eerste wat ik had gedaan toen ik ge een aankoop ging doen in Spanje. Met mensen die daar twintig uh, jaar geleden al wat woningen hadden gekocht, wat oudere mensen. Ja, en die, die woningen van hun zijn keer tien gegaan. Ja. Dus toen dacht ik, ja, wat kan er nou eigenlijk misgaan? Maak me zo niet zo druk. Natuurlijk moet ik geld inleggen, moet ik alles gaan regelen. Maar ja, het is alleen maar leuk toch, die reis. En ja. als het niks is, dan verkoop ik het weer klaar. Ja. ja. Ja, zeker. Ja, ja. En ja, en ook dat denk ik gewoon, als je dat echt op de lange termijn bekijkt. Ik bedoel ja, als je een appartement koopt en je, je, ja, je weet al misschien van... oh, binnen twee of drie jaar zou ik het willen verkopen. Dan, is het, dan kun je natuurlijk een hele dip in de markt hebben. Maar ja, als jij dat ding gewoon tien, twintig jaar lang aanhoudt, ja... Daarom? Ook al zou je kiet spelen qua, uh, qua huurinkomsten, dan heb je op lange lange termijn alsnog een waardestijging. Ja. Dus ja, ik denk dat je die 50.000 euro ook alweer hebt terugverdiend door middel van waardestijging of ik weet niet wat je ja, precies hebt ja. gedaan. Maar dat ja, is... ook gewoon doordat we dat verloren hebben, toen moesten we eigenlijk in één keer heel veel vanuit de andere investering moest ik een hele loop vandaan halen. En toen ging ik wel heel erg kijken met de onderaannemer, waar ik wel gewoon een goed contact mee heb. Een Poolse kerel. Die, die, die zei van, oké, okay, we kunnen ook dit anders gaan doen. Je kan hier naar kijken. We hebben een hele hoop oplossingen bedacht... Van, okay, waardoor we uiteindelijk toch wel een stuk goedkoper uit waren. Dus uiteindelijk daar wel wat geld bespaard. En ook die 50.000 euro, weet je, als je het een jaar lang verhuurt... dan uh, de zes appartementen gaat het ook wel aardig hard. Dus, uh, dus uiteindelijk, weet je, ja. op de lange termijn lach je er gewoon om. En is het gewoon iets, kijk, nu is het hier gebeurd... en daar ben ik gewoon blij om, want ik heb het gewoon goed kunnen oplossen. Ik heb het kunnen opvangen en dat dan voorkom je het in de toekomst ook, misschien als je een veel groter project gaat doen met meer, nog Precies. veel meer appartementen. Dus weet je, uiteindelijk, ja, weet je, het is gebeurd en ik denk dat je gewoon heel snel van, oké, okay, probleem oplossing door en dan, uh, dan is het gewoon prima. Juist. Dat is belangrijk. We zeggen ook wel eens vaker, uh, we hebben geen problemen, maar het zijn meer beslissingen die we moeten maken. Ja. Dus problemen die bestaan eigenlijk niet. Je moet een beslissing maken. That's it. Ja. ja. Ja, maar dat is denk ik sowieso wel iets wat je met ondernemerschap heel goed leert. Zeg maar de eerste keren dat je echt iets groots tegenkomt, bijvoorbeeld waar je echt je denkt van oké, okay, dit kan mijn business kosten. Dan ga je daar heel lang over nadenken, dan blijf je daar heel lang in hangen. Dan heb je misschien wel de hele maand dat het nog door je hoofd heen gaat. En op een gegeven moment maak je die dingen zo vaak mee dat je denkt van oké, okay, weet je, dit is er weer zo'n een. En dan ga je heel snel van oké, okay, probleem, oplossing en dan ga je gewoon weer door. En ja. dan is het gewoon, uiteindelijk kom je erachter, je wordt er alleen maar sterker van. Klopt, klopt. Ja. En dat is het mooie, als je daar in die staat komt, dan, dan is eigenlijk niks meer negatief. Want dan denk je bij alles, denk je van oké, okay, ik leer hiervan en we gaan weer door. Ja. Ja, ja. je wordt daar ook steeds sneller in. Maar dat, dat, uh, eerder had je dan dat je echt gewoon, een, uh, bijvoorbeeld, ja, urenlang of dagenlang, dat je dan blijft hangen in zo'n situatie van uh, dat je er zorgen om maakt. En nou is het gewoon heel eventjes kloten. Schakelen, wat kan ik eraan doen? Alles wat ik eraan kan doen, doen. En dan weer pff, verder. Ja, het ja, is hoe het is. Klopt. Ja. Dat leer je denk ik wel echt door het ondernemerschap. Omdat je continu wordt je wel weer teruggeworpen op jezelf. Van hé, hey, uh, er gaat weer iets mis. Uh, je hebt problemen met klanten, financieel, allerlei dingen. Dat is gewoon... En ik denk dat heel veel mensen dat ook onderschatten... die geen ondernemer zijn. Gewoon van de, de hoeveelheid uh, shit en problemen die je moet doormaken... gewoon op dagelijkse basis. Want er is, er is niemand, als je achterom kijkt, weet je, deze is niemand. Dus als, als er iets gebeurt, dan moet jij het oplossen, zeg maar. Niet iemand anders. Ja. En dan, of het nou... 11 uur s avonds is of uh, weet ik veel wat, weet je ja. moet staan. Ja, je moet er staan. En elke keer als je denkt van oh, nou heb ik het goed voor elkaar, dan uh, krijg je weer weet ik veel een mailtje van uh, Google dat je creditcard geblokkeerd is en dat je uh, en dat je al je advertenties stilstaan. Weet je wel, al, gewoon op dagelijkse basis. Maar ja, op een gegeven ja. moment dan lach je erom. en denk ja. je ja, ik ga de bank bellen, ik ga het regelen en dan uh, ja, nou ja, dan ga je ja. weer door. Maar het is wel iets wat, inderdaad, wat je zegt, wat mensen onderschatten. Maar denk dat komt ik denk keert. ik ook wel heel erg omdat. Uh, je ziet tegenwoordig... Wat iedereen meekrijgt is gewoon... Je ziet gewoon de ondernemer die heel veel verdient. Want die laat zichzelf op Insta zien. Dus iedereen denkt... Zodra het ondernemerschap ingaat... Dan komen er gewoon bakken met geld binnen. Terwijl als je gewoon de cijfers kijkt... Volgens mij... Vier uh, vijfde van de ondernemingen... Die, die stopt gewoon binnen vijf jaar. Zeker. Ja, dus als je daarnaar kijkt... Dan, dan kom je er pas echt achter... Dat het is niet allemaal gewoon uh, koek en ei. Niet iedereen is ook geschikt om te ondernemen. Nee. Nee, zeker want niet. Want zo worden natuurlijk wel gepresenteerd... Van ja, start met een business. En dit, en zus, en zo. <laughs> maar Heel veel mensen die hebben het niet in zich. En dan kan je beter gewoon lekker in loondienst gaan zitten. Ja. Um, ik heb heel veel jongens waarmee ik vroeger contact had, die waren begonnen met ondernemen, die zijn nou in loondienst. En diep van binnen wist ik ook altijd wel van daar zijn ze veel beter mee af. Mm. Maar omdat het de laatste jaren zo mooi wordt gepresenteerd. Want nu kijken mensen waarschijnlijk of luisteren ze en denken zo ondernemer, uh, ondernemen goed Spanje, tof. En uh, dat wil ja, ik ook ja. wel. Ik ga ook die stappen ondernemen natuurlijk, ik gun iedereen het van harte. alleen, ja, ga er maar aan staan wat voor verantwoordelijkheid en wat je allemaal moet doen, hoe je dagelijks bezig bent, hoe ik op 31 december van 2023 nog met de business bezig ben, dat ik, dat ik leuk vind natuurlijk, maar hoe ik daar gewoon nog overdag lekker aan het knallen ben aan de business, op 1 januari ook. Mm, ja. en daarom, je moet het echt leuk vinden echt want... leuk vinden en je moet er ook echt voor willen gaan ja, ja. en dan kan je inderdaad succesvol ondernemer worden, kan je veel geld vinden en dan is dat de beloning die je dan krijgt ja. Ja. maar wel na zoveel jaren echt effort erin steken zonder in de eerste instantie iets terug te krijgen vaak ja meestal wel, ja, meestal, uh, ik weet nog dat ik met Ultimate Mastermind begon en ik ging uh, een boekje schrijven een e-boekje en die ging gewoon gratis uh, weg, oké okay. Ik deelde dan zelf, zeg maar, boeken in mijn stories. Van ik ben dit boek aan het lezen. En uh, als je hem wil, dit is de naam. En op een gegeven moment dacht ik: hey, hé, misschien is het wel leuk als ik mijn eigen story vertel. Van naar Ondernemer. Ging ik een e-boekje schrijven. En dan vertelde ik hoe de Mariniersopleiding was. Wat ik heb geleerd. Hoe ik op uitzending, wat ik daar allemaal heb gedaan. En toen uh, had ik een funnelje gemaakt, een website funnelje. En toen zei ik: Nou, hier kan je hem downloaden. En toen ging ik e-mailadressen verzamelen. En zo bouw je dat steeds meer uit. Ja. ja. Maar dat is denk ik wel, dat is denk ik het, gewoon het rare met ondernemen. Je kan gewoon jarenlang iets doen en je weet helemaal niet of het wat gaat opleveren. Kijk, als je ergens bij een baas gaat werken, je weet gewoon van: oké, okay, dit zijn de uren die ik maak, ik krijg je uitbetaald. Ja. Maar jij kan een heel e book schrijven en voor hetzelfde geld kijkt er niemand naar. Nee. dat weet je gewoon van tevoren niet. Klopt. Dus je kan gewoon met allerlei dingen ben je gewoon heel lang bezig. Ook bij met die podcast. Als ja. ik kijk hoeveel uren editing in het begin heb gedaan en ja. weet ik veel wat voor zooi, gewoon allerlei dingen opnemen en maar blijven ja. delen. En dan denk je van: oh, dit kan heel hard gaan, dan krijg je vijf likes of zo, weet je wel? En ja. dat soort dingen. <laughs> uiteindelijk, dat is gewoon het rare met ondernemen en dat maakt het ook zo mooi, dat je, je bent gewoon vol je passie erin aan het instoppen en je weet gewoon niet wat eruit gaat komen. En dat is echt een soort mm -hmm. van reis, dan moet je het ook zo leuk vinden, want anders hou je gewoon op. Anders denk je echt Klopt. na een paar maanden van joh, laat maar lekker zitten. Klopt, maar er is wel een regel dat uiteindelijk op een gegeven moment dan uh, ga je dat, die heuvel ga je overheen ja, en dan ga je ja, ja. door het dak. Ja, zeker. Ja, ja. zeker. Maar dan en dan moet het je het wel echt pushen om, uh, om op dat punt te komen. Moet je, wel, uh, ja, je moet gewoon ermee bezig blijven. Ja, ja het geloof blijven houden. Want ja. Dan komt het ook wel. Dat, dat is ook echt zo. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke boodschap is. Van, okay, als je echt ergens voor wil gaan, dan moet je ook gewoon het geloof houden. En soms dan duurt het 1, 2, 3 jaar. Misschien zelfs langer. Maar uiteindelijk, als je echt doorzet en je blijft echt continu ook reflecteren van oké, okay, wat gaat goed daar meer van doen? Ja, dan kom je wel over dat punt heen. Ja, ja, ook met onze klanten in Spanje. Ik zie het, vorig jaar hebben we meer dan 50 klanten geholpen met een aankoop doen. Dus dat is natuurlijk geweldig, dat is bijna elke week één. Mm. Uh, maar ook daar zoveel dingen. De ene had weer een schuld op de woning. Kon die weer niet doorgaan? Moesten ze doorschakelen naar een andere woning? Uh, op een gegeven moment kregen ze geen 70%, een andere klant geen 70% financiering. Moesten ze gaan kijken, kregen ze maar 50% financiering. Moesten ze dus 20%, moest ze, moest ze ergens anders nog gaan financieren. Um, sommige klanten die kregen van uh, andere makelaars en die bedenken te horen, nee, we kunnen jou niet helpen. Komen ze, komen ze bij ons, vinden we wel een weg om ze te helpen. Dus ik denk dat het ook gewoon uh, ja, vinden naar de juiste wegen is en uiteindelijk ja. uh, kom je er vanzelf wel. Ja, gewoon altijd de mogelijkheden blijven denken. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste. 100 procent. Ja. ja, prachtig. Ja. En uh, voor 2024, want je zei net al dat jullie uh, lekker gestart waren. Wat ja. zijn een beetje de dingen waar je aan wil, uh, wil werken qua, qua doelen? Wat, uh, wat staat er op de planning bijvoorbeeld voor het vastgoed in, uh, in Spanje? Ja, uh, we hebben hele mooie doelen gesteld. De aanvragen die, uh, ja, komen niet gaan echt hard. Dus uh, we hebben nu al 50 klanten, waar we vorig jaar in totaal 50 klanten hebben geholpen, staan er nu al 50 klanten op de planning voor de komende maanden. Dus ja, waarschijnlijk gaan we daarin verdubbelen met, uh, met het aankopen van vastgoed met klanten. Um, ik ben bezig met projectontwikkeling. Dus ik wil met projectontwikkelaars gaan, gaan praten. Ik wil kijken, wat is er mogelijk? Dat is wel een droom die ik wil gaan waarmaken. Dat ik zelf uh, een project kan laten zien aan mensen. En kan zeggen, nou, dit is wat het gaat worden. Uh, nu is het nog grond, maar hoe zou je het vinden om daarin te investeren? Dit zijn de prijzen, zo komt het eruit zien. Nou, je kent het wel. Mm. Dat is wel echt iets wat ik... Uh, dat is denk ik ook wel de volgende stap voor mij. Om, uh, nu doe je allemaal appartementen. Soms een wat groter appartement. En misschien ook wel uh, een villaatje binnenkort. Dat staat ook al op de planning voor, uh, voor een klant. Um, maar dat is ook wel iets waar ik uh, mezelf verder in wil gaan ontwikkelen. En tegelijkertijd moeten we het verhuurbedrijf helemaal op de markt gaan zetten in Spanje. Dus uh, ja, alle klanten die worden nu geonboard bij het verhuurbedrijf. Ze moeten een, uh, een advertentie aanmaken op Airbnb, Booking.com, op onze eigen website. Ja. En vanuit daaruit moeten we natuurlijk ook boekingen ontvangen. Ja. Dus dat wat betreft het vastgoed in Spanje. En uh, nou, wat ik net zei, renovatieprojecten misschien. Dus uh, ja. Mooi. En Best tussendoor wel... door nog trainingen geven? Tussendoor de trainingen blijven geven. Twee keer in de maand. Dus uh, Kijk, dan vlieg ik gewoon. Pittig. Ja, Als je is het dan pit... twee keer in de maand heen en weer moet. Of nee, is dat in één, uh, ja, één... Ja, keer? Okay. Ja, in één keer. Dus ja, dan, oh, dan inderdaad op donderdag vlieg ik terug uh, naar Nederland. Dan de trainingen. En op maandag of dinsdag vlieg ik weer terug oh, naar Spanje. Ja dus ja, zo kan je het goed fijn. combineren ja, ja. lekker ja, mooi, mooi jaar. ja dus dat is voor betreft vast goed Spanje um, daarna is gewoon vooral genieten natuurlijk want ik heb de afgelopen jaren echt uh, alleen maar gewerkt aan de business dus ik heb hier en daar heb ik ook gewoon wat momenten ingepland met de familie dat vind ik ook belangrijk dat je wel gewoon nog tijd en aandacht schenkt aan het begin ja Alex Hormozzi zegt altijd ik weet niet of jullie hem volgen maar hij zegt Zeker. De uh, time of no of zoiets. Dus dat je gewoon nee zegt tegen alles en dat je gewoon focus hebt op waar je, waar je naartoe wil. En als je dan op een gegeven moment dat hebt bereikt, dan kan je ook op een gegeven moment weer tijd aan, uh, aan andere dingen geven. Dus dat is ook wel een doel op zich. Gewoon meer tijd aan familie, vrienden en, uh, en andere mensen geven. Um, ja, misschien wel iets uh, moois kopen in Spanje nog voor mezelf. Ja. Dus, uh, mm. Permanente plek, zeg maar. Uh, meer ja, ja. dat is wel iets wat uh, hoog op mijn lijst staat. Nu Ik heb de afgelopen jaren alles geïnvesteerd in vastgoed, in aandelen. En nu heb ik zoiets van misschien uh, komt er iets moois voor mezelf al aan. Boy, ja, man, ja. ik ja. heel goed. Ja, is mooi toch? Op een gegeven moment dan, uh, dan ja, dan mag je ook de vruchten ervan plukken. En een keer zelf uh, wat van het geld gebruiken om uh, wat voor jezelf te kopen, zeker in plaats van zeker. alleen te investeren. Ja, dat is dan alsnog een investering, natuurlijk. Maar goed. Ja. Ja, meer, ik heb ook gekeken of ik in Nederland iets moois wil gaan kopen voor mezelf. Maar als ik hier ben, ik voel het gewoon niet heel erg meer. Nee. En dan heb ik zoiets van de levenskwaliteit is daar zo mooi of zo goed. En het is daar altijd lekker weer. De mensen altijd positief. Ja, en daar kan, kom ik ook veel beter tot mijn recht. Dus mm. ja, wellicht dat ik ook wel de stap ga nemen om daar uh, definitief heen te gaan. Ja. Maar daar ga ik dit jaar gewoon rustig uh, op reflecteren en kijken wat daarin de keuze gaat worden. Ja, en mooi. jullie, mannen? Voor ons. Zo. Ja, wij hebben ook wel uh, mooie plannen. We hebben natuurlijk gewoon uh, afgelopen jaar, twee jaar, heel erg aan het fundament ook gebouwd. Ook van de podcast. Uh, zoals ik zei, we zijn, uh, ja, we zijn begonnen met, uh, met vijf, zes man of zo. Een beetje de podcast gewoon puur als hobby. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot, uh, tot nu wel echt een bedrijf. Waarin Chit en ik uh, nu iets meer dan een jaar met z'n tweeën echt volle bak gast geven. Met uh, ja, kwalitatieve content, wekelijkse aflevering, mm -hmm. outreach naar grote gasten, dat soort dingen. Dus we hebben nu echt wel uh, aan het. Fundament gewerkt van, van de podcast als bedrijf. En allebei in ons eigen bedrijf. Het cheert dan vastgoed. Zes appartementen en kamers. Uh, ik, ik aan drie webshops. Dus we net als, net als wat jij zegt, bedoel, we hebben best wel uh, echt heel veel geïnvesteerd daarin. In de zin van uh, nee, zeggen tegen dingen en, uh, en gas geven. En ik denk dat 2024 wel het jaar is waar we daar dan ook de vruchten van plukken. En we uh, yeah, echt, ja, echt ook door kunnen breken met de podcast en uh, ja wat ons doel is om echt een de, nummer één platform eigenlijk te worden voor ondernemers in Nederland zowel online offline kennis netwerk bij elkaar brengen onze eigen ervaring delen ons onszelf ook meer op de voorgrond zetten als ondernemers en te delen ja. wij staan natuurlijk altijd een beetje in dienst van uh, de gast en uh, stellen de vragen maar we ja we hebben zelf ook gewoon uh, Natuurlijk, een verhaal en dingen te delen. dus... Uh, ja, tof. Ja, en daar horen dan ook weer natuurlijk financiële doelstellingen bij. Maar. Uh, ja, en ja. misschien ook wel vastgoed in Spanje. Ja, en uiteindelijk willen we ook wel bezig met vastgoed in Spanje. Ja? Alleen Ja. ja ...daarin ja. is ook weer de vraag van wanneer. Ja, het stuk focus ook. Weet je, we willen nu wel echt ja, de podcast is, gewoon volle bak groot maken. Ja, en als je dan weer zo'n project gaat aanhalen, kost het toch altijd meer tijd dan je denkt. Uh, ja. Je hebt toch een beetje vermogen ook voor nodig. En ja, je moet erheen. Dus ik weet niet, misschien uh, in de loop van dit jaar. Ja, in ieder geval, uh, kijk voor mij is het nu het ding: het vastgoed is bijna klaar. Dan is het een kwestie van: oké, okay, opnieuw laten taxeren, herfinancieren en dan komt er misschien een hele hoop vermogen weer vrij. Yeah. Dus dan willen we denk ik wel: ik wil eigenlijk niet meer in Nederland iets aankopen, niet zo heel gauw. Of misschien voor mezelf iets, maar dat, ja, dat zie ik ook niet zo echt zitten. Dus dan zaten we wel te kijken naar Spanje en uh, ik ben dan wel echt heel erg van de, van de noordelijke regio, Cantabria, Asturias, yeah. vind ik heel mooi. Ook omdat ik daar kan surfen en alles. Dus uh, we willen daar misschien wel een combinatie maken. Maar inderdaad, ook focus is gewoon heel belangrijk. Dus, ja. Is het dan voor jezelf en, of als renovatie, wat je net zei? Nou, wat we eigenlijk willen, wat ons heel mooi lijkt... is eigenlijk een, een, een groot stuk land ook kopen... waar misschien een wat oudere boerderij op staat... of misschien een, een soort ouder hotel-achtig mm -hmm. iets. En dat we die gewoon helemaal gaan renoveren... En dat we dan ook met de lokale gemeente gaan kijken van oké, okay, is het mogelijk om hier bijvoorbeeld tiny houses of kleine dingen neer te zetten ja. die je op Airbnb heel goed kan verhuren. En ja. dat we daar ook een beetje een soort uitvalsbasis, dus dat wij daar misschien ook een aantal maanden per jaar kunnen leven, maar dat we het tegelijkertijd ook als een investering zien en dat we daar echt meer kunnen ontwikkelen ook over de jaren heen. Ja. En vandaar ook dat, dus dat je wel dat huis hebt wat je gewoon al vanaf gelijk kan verhuren en wat je gelijk ook al redelijk kan opknappen. Ja. En dan over de jaren heen steeds dat verder kan uitbreiden. Ja. ja en ook als verlengstuk, denk ik, van de, van de podcast en het platform, als wij natuurlijk een netwerk uh, van ondernemers hebben, dat we ook bijvoorbeeld uh, retrettes daar kunnen organiseren of uh, ja, kunnen zeggen tegen, tegen luisteraars of volgers van, hé, hey, uh, ja, je kunt bij ons uh, een plek huren om te werken en dan kun je ook, uh, of om te wonen, een paar maanden kun je ook samen met ons werken. Komen er misschien nog sprekers of andere interessante ondernemers dat je dus ja, echt, tof. ja, dan is het ook weer één uh, plus één is drie, uh, zeg maar. Ja. Ook een beetje synergie, ja. niet alleen maar vastgoed verhuren aan, uh, aan, aan uh, toeristen, nee. maar ook zelf ervan profiteren. Plus echt met, ja, met mensen die, uh, die bij ons in de buurt willen zijn, en andersom uh, dat we daar ook nog kunnen werken en uh, een mooie sfeer kunnen creëren. Ja, heel tof. Dus dat is uh, heel mooi, mooie dingen. Dus misschien dit jaar al. Uh zoiets uitbouwen. Ja. ja. het is wel. Uh, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje hoe het loopt, is dus altijd de vraag. En ook uh, we willen in ieder geval de focus houden op de podcast. Dus dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Maar tegelijkertijd ook wel naar dit soort dingen kijken, want ik wil ja. om straks weer meer ruimte vrij. En het moet ook een beetje plus plus werken. Dus gewoon allemaal elkaar versterken. En daarom willen Zeker. we ook kijken van, oké, okay, hoe kan je die combinatie maken? Ja, je dus moet kijken wel, uh, waar op dat moment. Uh, waarin je het snelst kan groeien natuurlijk. Mm. En uh, als dat uh, voor jullie ook een droom is, vastgoed Spanje... Ja, dan kan je daar misschien uh, in combinatie... dat de aandacht van jou misschien meer op de podcast... en jij misschien meer naar het vastgoed in Spanje... Ja, dan moet je gewoon een goede verdelingen maken. Ja, ja. zeker. Ja. Dus, dus ja, het wordt het in ieder geval dienst. een interessant jaar. En uh, ja, ik denk dat de focus gewoon belangrijk is. En dan uh, komt het vanzelf wel. Ook intuïtie ja. blijven houden. Zo is dat. En, ja. Nee, we hebben eigenlijk altijd één laatste vraag... En dat is als, uh, als jij één belangrijke les aan de luisteraars om mee mogen geven, wat zou dat dan zijn? Pff, ik denk dat we al genoeg lessen hebben gegeven aan de mensen vandaag. Uh, maar ik denk dat de allerbelangrijkste is voor jezelf: dat je als je een doel hebt, als je een droom hebt om iets te gaan doen in het leven, of het een les is of ja, hoe je het zelf wil noemen, is dat je er wel echt achteraan moet gaan. Dus het is niet zo dat als jij. Heel vaak zeggen mensen ook, ja, ik wil het wel, maar dan uiteindelijk nemen ze geen actie. En dan zeg ik altijd, ja, je wilt inderdaad wel, maar je wilt niet graag genoeg. Dus als jullie vast in Spanje willen, echt willen, je wilt echt gewoon van diep van binnen, dan moet je daar keihard achteraan gaan. Dan zeg je, oké, okay, het is wel een droom, niet voor dit jaar, maar voor volgend jaar. Dan zou je dat ook kunnen uitstellen naar volgend jaar bijvoorbeeld. En ja, ik heb altijd een mooi lijstje voor mezelf die ik opstel. En die hou ik elk jaar weer bij. Dus dan schrijf ik gewoon een hele lijst op met allemaal dingen die ik wil bereiken in het leven. En dan de top drie of de top vijf dingen die uh, vandaag de dag het allerbelangrijkste zijn. Nou, die gaan helemaal bovenaan. Die zet ik op een aparte lijst. En die doelen ga ik dan ook nastreven voor het nieuwe jaar. Als we dan even een jaar doelen praten. En de rest, die schuif ik aan de kant. En mocht dat zo zijn dat er eentje weer bijkomt in dat jaar, nou, dan verplaats je hem. Um, en zo ben je zelf continu aan het verbeteren en kan je ook je doelen behalen. Ja. Ja. Dus ja, ga je dromen en doelen achterna, schrijf ze ook op. Heel vaak vinden mensen het raar als ik op mijn koelkast of uh, in mijn kledingkamer dat ik uh, mijn doelen heb uitgeprint. En dan maak ik daar een foto van en dan zeg ik, nou, dit zijn mijn doelen voor, uh, voor het nieuwe jaar. En dan zeggen sommige mensen, dat vind ik wel gek. Ik zeg, ja, maar als ik niet naar die doelen kijk, dan kan ik er ook niet mee bezig zijn. Dus elke dag kijk ik daarnaar en uh, weet ik van, oké, okay, dit staat dus op mijn lijstje om te behalen. En dan weet ik ook aan het einde van het jaar, als ik er naar terugkijk, dat ik het wellicht heb gehaald. 9 van de 10 keer haal ik het wel. En als het niet zo is, dan verplaats je hem naar een jaar en dan denk je, hé, hey, ik heb het nu wel gehaald, weet je wel. Ja, ja, ja. En dagelijks bezig zijn met uh, reflectie. Uh, wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe kan je morgen weer 1% beter worden dan vandaag. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik in ieder geval zelf toepas om de belangrijkste les, ja, als je een droom hebt te behalen, om dat uh, ja, te gaan behalen. Ja, dat vind ik een hele goede. Ik, uh, ik pas dat zelf ook heel erg toe. En wat je ook zegt van oké, okay, je kan maar bepaalde focus hebben. Je kan niet een lijst van 30 dingen hebben. Je moet gewoon de belangrijkste dingen, die moet je gewoon bovenaan hebben staan. En daar moet je voor gaan. En dat vergeten mensen ook vaak. Je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd in de dag. En je moet gewoon de focus hebben op wat, jij, wat voor jou echt belangrijk is op dit moment. En anders, als je alle, alle, alle kanten op gaat, dan kom je uiteindelijk nergens. Ja. ja, en hang daar ook beloning aan. Dus als je een doel hebt: een uh, woning kopen in Spanje, hang daar een doel aan. We gaan lekker uit eten met het gezin, bijvoorbeeld. Nou, dan heb je dat doel heb je behaald. En ga dan ook. Um, dat diner gaat hij dan ook aan. Aan het begin was dat bij mij uh, uit eten. Toen ik helemaal begon met ondernemen. 10.000 euro omzet. En dan uh, ga ik lekker uit eten met, uh, met mezelf of met een vriend, weet ik voor wat. Mm. Uh, en pas was dat bijvoorbeeld... Oké, okay, als ik dus in 2023 weer een pand koop. Dat is ook gelukt. Dan lijkt het mij wel heel erg tof. Want ik ben fan van skis altijd. Als ik een jetski kan kopen in Spanje. Dat was een doel van mij op zich. Ja. En ja, hoe je het... Uh, ook went of keert, maar er komt op een gegeven moment een, uh, een kennis van mij, komt naar me toe die ook een appartement heeft in Spanje. Die had een jetski, die is wat ouder. Hij zegt: Nee, ik, uh, ja, ik vaar er nooit meer op. Wil jij hem hebben? Ik ga hem verkopen. <laughs> ja. me niet hebben, maar ik ga hem verkopen. Wil jij hem ja. overnemen? Dus ja, ik ging daarmee overleggen en ik had die aankoop had ik gedaan. Ik denk ik: Ja, dan moet het ook gewoon zo zijn. En toen heb ik ook in dat geval gezegd: Oké, okay, dit is de beloning die er dan tegenover staat, omdat ik een derde appartement heb gekocht in Spanje weet je wel? Dus hang er ook beloningen aan. Ik denk dat dat ook wel echt uh, voor jezelf goed is om jezelf ook uh, ja telkens te blijven motiveren als je het zo van houdt. ja zeker ja, ja de, dat stuk vergeten vieren, we vaak denk, denk. ik ja. ben ik ook Altijd. heel vaak vergeten. Ja, Volg maar van het een weer door naar het ander zonder dat je ooit uh, jezelf beloont of überhaupt een schouderklopje geeft van oké okay, kijk eens jongen je hebt het gedaan. Ja. <laughs> en dat denk ik wel dat voor mij. Ik vergeet het ook nog wel eens regelmatig, maar dat ben ik wel steeds meer aan het toepassen, ook bij het team. Dus als het team goed presteert, maakt niet uit op wat voor manier dan ook, dan hangt er altijd een beloning aan. Want ik denk ook dat je op die manier de mensen uh, ja, veel scherper houdt en ook dichtbij je houdt. We gaan een keer een weekendje naar Van der Valk bijvoorbeeld, of uh, we gaan een tripje maken naar uh, nou, we hem Afrika, ik zeg maar wat geks. Uh, en ja, dan hebben mensen ook een doel om naartoe te werken. Ja, ja. ja. maakt Zeker. heel veel verschil. Prachtig. Ja, mooie, mooie lessen. Ik vond het mooi gesprek, René. Sowieso jouw uh, jou openheid. En het is heel uh, leuk hoe, uh, ja, hoe je kan delen ook over je eigen verhaal en wat je allemaal hebt, uh, hebt meegemaakt. Ja. Ik denk dat het ook inspirerend is voor veel, uh, veel luisteraars. Uh, de fases die je hebt uh, meegemaakt. Ook de, wel de struggle, de zoektocht van, uh, in het ondernemerschap. Van uh, welke, welke kant gaat het op en, uh, en, en ook dus nu meer. Vervulling in de dingen die je doet, dat dat echt een mooi, uh, mooi pad is. Dus uh, we willen jou uh, bedanken voor, uh, voor het mooie gesprek. Jullie ook hartstikke bedankt. Heel veel succes dit jaar. En uh, ja, op, ons pad gaat zeker kruisen, op wat voor manier dan ook. 100% zeker, daar ben ik van overtuigd. René, uh, bedankt. Kijkers en luisteraars, jullie ook vooral bedankt voor het uh, kijken en luisteren wederom naar deze aflevering. Nou, we hopen dat jullie het uh, tof vonden en dat jullie er uh, weer wat van hebben geleerd. Als dat zo is, deel en uh, like vooral eventjes uh, de aflevering. Abonneer ook eventjes op onze YouTube-kanaal uh, en andere kanalen. En mocht je nou nog meer willen weten over het uh, vastgoed in Spanje, dan kun je natuurlijk even contact opnemen met uh, René. Uh, die, die zorgt voor een stuk uh, begeleiding en uh, kennis. We delen hieronder even een uh, linkje, zodat jullie uh, René ook uh, kunnen vinden. Uh, nou, in Nederland wordt het natuurlijk, uh, natuurlijk steeds lastiger om uh, aan de gang te gaan met vastgoed. En uh, Spanje biedt daarin nog echt uh, mooie kansen. Dus als jij ermee aan de slag wil, dan, uh, dan zou ik zeker even adviseren om uh, daar een kijkje te nemen. En dan uh, willen we jou graag terugzien in de volgende aflevering. Dankjewel.